Iedereen die kan zich opnieuw afvragen: wat de fuck is er eigenlijk gebeurd in mijn familiesysteem? Hoezo loop ik al 30 of 40 jaar mijn vader een lul te vinden, terwijl ik eigenlijk niet snap wat er precies gebeurd is tussen hem en zijn ouders, omdat mm -hmm. daar nooit over gepraat wordt? Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren, werkt iets bewuster te kunnen maken en een positief oplaadstation te zijn in deze bijzondere tijd. Vind jij het nou te gek wat wij doen en wil jij dat we doorgaan? Steun dan onze stichting. Klein, groot, het maakt niet uit, maar dan kunnen we samen met jou bouwen aan een mooie wereld en aan nieuwe media. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken, te delen met al je vrienden en familie en natuurlijk te abonneren op ons kanaal. En wil je op de hoogte blijven van alles wat wij doen met Univibes, ga dan naar onze website univibes.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En dan ga ik naar mijn uh, zeer bijzondere gast. Uh, ik vind het ontzettend blij, Maarten Oversier, dat je hier bij mij uh, op de bank zit. We kennen elkaar nu denk ik uh, een aantal maanden. We hebben elkaar regelmatig wel eens even aan de lijn gehad. Uh, ik weet ook hoe ontzettend druk je bent geweest, dus mijn allereerste vraag is ook aan jou. Hoe is het met je? Ja, is wel gelijk een rotsvraag om mee te beginnen. <laughs> nee, goed hoor. Ik ben uh, ja. Ja, ja, op de flow van alle veranderingen. Ja, ja er is wel ontzettend veel gebeurd. Hè? Kun je daar misschien iets over vertellen over het afgelopen jaar? Dat je echt gewoon in, in een soort van rollercoaster bent beland ook. Ja. Ja, dat is eigenlijk sinds het uitkomen van het boek. Ja, hè? In de aanloop daar naartoe was het best wel druk, maar sinds dat is er iets ontploft, lijkt het wel. Mm -hmm. En um, ja, dat was uh, september 2021. Oké, okay, ja. Yeah. Dat het boek uitkwam en sindsdien... Um... <laughs> ja, dit is het, Een uh... meende lawine. Ja. <laughs> ja. Hoe, hoe zie jij dat? Is dat, uh, is dat uh, het heeft natuurlijk ook met timing te maken. Maar het heeft vast ook te maken met deze tijd. Nou ja, kijk, ik heb dat boek geschreven. Dat gaat over mijn werk, mijn praktijkervaring en alles. En uh, ja, een van de essenties die ik ja. beschrijf... Om maar meteen met de deur in huis ja, te vallen. Let's go! Het gaat, ja, gaat over, um, over de, uh, zeg maar, ja, de trauma's. Dat woord, maar even erin gooien. Ja. De trauma's die onze voorouders meemaakten in hun tijdsbeeld en zo. Die effect hebben, die overgetransporteerd worden naar de huidige generaties. Dus dat is, dat is een strekking van het boek. Ja, daar gaan we het over hebben, inderdaad. Ja. Voorouderhealing, reïncarnatie. En dus ja, dat is de strekking van het boek. Nou ja, maar goed, dus ik had dat boek geschreven. met, met um, ook wel um, het bewustzijn daarin. dat die zaken die die voorouders allemaal meegemaakt hebben. Uh, die traumatiserende velden, zeg maar. dat dat georganiseerd wordt. Dat dat gewoon. dat dat trauma-inductie is, zoals ik het noem. Mm. Dus oké, okay, dus in die context heb ik over mijn werk geschreven. maar toen het boek op het punt stond uitgebracht te worden. kwam dat hele corona-verhaal er ineens zo binnenin. Ja. Ik kan nog niet zeggen dat het zo onverwachts was, maar toch een verrassing. En toen stond ik voor de vraag: van ja, jeetje, zeg. Uh, moet ik nu ook over die coronazaken gaan schrijven? Om die in verband te brengen met de oude tijd en dat de geschiedenis zich herhaalt in een ander jasje. Mm -hmm. en, uh, nou ja, dat heb ik wel gedaan. Dat was best wel een uitdaging. Want op de eerste plaats was het natuurlijk veel eerder in de tijd nog. Hè. Dat was allemaal nog. Duidelijk hoe het zich zou gaan ontvouwen. En dan moet je ook zorgen dat je zo neutraal mogelijk blijft schrijven... als het even kan. Mm. Dus ik ben toen bezig geweest om vier hoofdstukken eraan toe te voegen... waar dat ook in besproken wordt... Mm. Uh, ten koste weer van een paar andere hoofdstukken die eruit moesten. Ja. Waardoor het ineens een heel actueel boek is geworden ook. Nou, en dat, dat heeft wel, uh, als je het zo vraagt... dat heeft wel heel veel uh, stof doen opwaaien bij mensen. Dat heeft wel heel wat te Want dan bedoel. krijg je herkenning over die vooroudelijke informatie... Mm -hmm. Maar veel concreter ook nog de tijd waarin we nu leven. Dus dat gaat ook je eigen hartje aan, dan. Ja. Dat nou, doet het sowieso, maar dan wordt het wel duidelijker. Ja, laten we toch meteen maar ook uh, <kwijls> uh, uh, misschien inderdaad ingaan op de huidige tijd. En hoe zie jij dan het stuk uh, waar, wij, uh, waar ik ook wel eens naar kijk? Hoe kan het dat de een er zo naar kijkt, naar deze tijd, en de ander weer totaal anders? Heeft dat daar ook volgens jou mee te maken met onze voorouders, wellicht, of, of wel onze eigen uh, vorige levens? Ja. Ja, vorige levens, nou laten we maar gelijk uh, dus even mogeling gaan. <laughs> nee. Ja, nou ja, ik zou zeggen dat iedereen in de kern ergens een bepaalde mate van bewustzijn meeneemt mm -hmm. wanneer die besluit naar de aarde te komen. Mm -hmm. De incarneren heet dat met een mooi woord. Mm -hmm. En dat het voor de een anders dan voor de ander um, directer herkend wordt op het moment dat er dingen gebeurt, gebeuren mm -hmm. die niet aansluiten, die niet kloppen omdat je dus dat inderdaad is vanuit het ja, dat je het al geleerd hebt door dingen heen te kijken. of een <coughs> beetje achterdochtig te zijn, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Of dat oude ervaringen nog zo aan de oppervlakte liggen innerlijk. dat je het spelletje meteen doorziet. Dat je denkt: ja, even, deze ken ik. Deze herken ik al uit ja, een eerder bestaan. Ja, ja. Dus dan heb je dat. Nou, terwijl andere mensen misschien. het is niet uh, voordelen bedoeld, maar nog te veel gewend zijn in een box te acteren. En binnen dat conceptuele gebeuren, zeg maar, uh, ja, niet die achterdocht nog te hebben of nog bepaalde levenservaring nodig hebben. Om een wat bredere visie te gaan krijgen over wat er nou eigenlijk gebeurt ja. in het grote plaatje. Ja, we gaan het straks nog wel even hebben over het uh, grotere plaatje. Ik wil ook eerst uh, eigenlijk na naar jouw reis. Uh, gewoon ook eens even heel erg kijken naar, naar hoe was jij eigenlijk als kind? Had, ben jij hier al, uh, was jij hier toen al mee bezig of hoe is het, hoe is het ontstaan? Nou, wij zaten hier net heel leuk met, uh, met twee uh, kinderen. Ja. Die energie is dan gelijk heel anders. Maar mm -hmm. ik denk dat heel veel kinderen uh, zo waren, zullen we zeggen. Zo waren, ja, hoe ben je dan? Nog veel meer onbevangen en nog veel minder ge geconditioneerd. Veel meer en verbinding? Niet, ja, zeker. Veel meer verbinding met je oer, spirituele zelf. Met het feit dat er meer tussen hemel en aarde is, om het mm -hmm. maar even zo te zeggen. En um, ja, ik beschrijf in het boek ook dat ik op hele jonge leeftijd mijn vader kwijtraakte. Mm -hmm. En dat dat ertoe geleid heeft dat ik als kind een noodzaak voelde. Zo heb ik het ervaren, om, om die gast te gaan zoeken. Ja. Dat was mijn pa en daar was er ineens niet meer. En er werd heel vaag over gedaan vanuit uh, het gezin waar ik in opgegroeid ben. Mm -hmm. uh, uiteindelijk deed ze dat natuurlijk om ons te beschermen, maar ik wilde wel weten wat er aan de hand was. Dus ik ben op pad gegaan. En ja, ik kwam natuurlijk vrij snel door dat ik hem in de gewone wereld niet zou vinden. Mm. Dus ja, ik ben dan op pad gegaan en ben ik me gaan verdiepen ook in andere dimensies. En voor kinderen is het niet zo spannend, hè? ik bedoel, het lijkt altijd wel zo, uh, ja, voor sommige mensen misschien wat raar. Maar kinderen zijn sowieso gewend in, in meerdere dimensies te bestaan. En dus dat is helemaal niet zo vreemd. Sterker nog, het is vreemd dat je het niet doet. Hè? Dus, mm. dus dat veel kinderen gelijk in die cognities gepropt worden, waardoor ze zich veel te vroeg uh, gaan afvragen of er überhaupt wel meer is tussen hemel en aarde, hè? Mm -hmm. is onnatuurlijk. Nou ja, ik heb dat behoorlijk gehad, dus ik ben een gevoelig ventje. Ik kreeg weinig weerklank thuis, dus als ik al dingen zag, of voelde of weet ik het allemaal, mm. dan werd het allemaal met een kopje he? fantasie gestopt. Mm. Dat vond ik trouwens ook niet erg, maar totdat ik door had, dat met fantasie bedoeld werd dat het niet echt was. Ja. Dat vond ik niet leuk. Nee. Nou, maar ja, zo is het begonnen en toen heb ik het heel lang weggestopt en uh, verdrongen. Ik weet niet wat allemaal. Dan ga je het systeem in. in, in. Wat ja. Dan, ook. dan ga je het systeem in om te overleven eigenlijk. Ja. En waar is dat op een gegeven moment toch weer gekomen? Die dacht: hé, hey, ik wil toch weer meer terug naar dat gevoelige yogi en uh, ja. ga daarmee aan de slag. Ja, nou, het was meer het gevoelige jochie dat naar mij terug wilde dan andersom. Mooi. Dat dus, voel, die, die, die klopte, zeg maar, soort van op de, behoorlijk. de deur? Behoorlijk. Ja? Hoe, hoe voelde je dat? Toen? Nou, ik, voel, ik heb uh, een paar, uh, nou laat ik zeggen, behoorlijk ingrijpende operaties gehad... toen ik in mijn tienertijd aan mijn oor... Hm. en um, dat, dat is, nou, ik zei al, behoorlijk ingrijpend geweest. Laten we dat daarop houden. Okay, ja. Um, het is heel veel angst geweest in die tijd. Ik ben nou, laat, laat zeggen, tussen, tussen twee werelden ingeweest tijdens die operatie. Mm. En dat zijn herinneringen. Ik kan het nu redelijk concreet uitspreken, maar toen absoluut niet. Dan weet je wel dat het zo is, maar daar kan je geen woorden voor vinden. Dus dat kun je ook niet in een normale context uitleggen, maar het was er wel. Nou, In ieder geval, en ik heb, ben veel te jong, uh, net als jij denk ik, in een carrière gestapt. Hmm. Super ambitieus. Ik heb altijd van als mijn tanden ergens ingaan, dan blijven ze er heel erg in staan. <laughs> ja. Dat was toen in de keukenwereld. Ja. Dus ik was op een veel te jonge leeftijd eigenlijk uh, chef Kok toen van een groot hotel in Vlaardingen. En je bedoelt dan veel te jong, als in uh, alle druk die ze mee, uh, meebracht ja. en dat je in één keer eigenlijk dicht ging, soort van. Ja, het was natuurlijk. En ik, ik bedoel. De hectiek van die keuken is mooi, maar als je op je 24e leiding staat, te geven van een enorm team. Ja, dat nou, is natuurlijk super stoer. Maar ja. <laughs> dat neemt zoveel spanning en stress met zich mee. En bovendien had ik natuurlijk ook een gat in mijn basis zitten, zullen we maar zeggen, van ja. huis uit, omdat ik natuurlijk die, ja, zeg je, die, die natuurlijke autoriteit van mijn paar heb moeten missen. Hè? Dat ging zich freken. ik kreeg toen hyperventilatie aanvallen weet ik nog, toen ik euh, nou ja, weet ik veel 25, 26 of zoiets geloof ik was. En allemaal dingen die in feite dus uh, klopjes aan de deur waren... van iets in mezelf wat ik had verdrongen. En gelukkig in die tijd heb ik wat mensen ontmoet... die uh, me daarmee konden helpen, die konden me daar richtingen aan geven. Daar dat was waren... je wel al mee bezig, groot van? Met die, met nou nee, ja weet je, het is eigenlijk door... Uh, Oké, okay, het is zo gegaan dat ik op een gegeven moment... Ik had een goede vriend, die had een oom... en die, die zag wel wat meer dan gangbaar, zeg maar... Mm -hmm. En die kameraad van mij die had wel door dat ik vastliep met mezelf, met al die klachten die ik net noemde. En tegelijkertijd excelleren in zijn keuken natuurlijk. Ja. En die zei, joh, je moet mee naar die oom van mij. Die, 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 die kan je er misschien mee helpen. Hm. En ik ben toen naar die man geweest. Hij was inderdaad al een paranormale aanleg. En hij, hij kende mij niet en ik hem ook niet. Maar hij kon mij precies vertellen wat er aan de hand was. Hij vertelde over mijn vader dat hij te jong was, of jong was overleden aan een ongeluk. Dat ik veel te snel verantwoordelijkheden ging dragen. Dat ik me voor mijn moeder ging verantwoordelijk zoeken... Dat mijn moeder in feite ook een soort gestorven was. Hm. Allemaal zaken. naar nou, mijn bek viel open. Ik denk, jeetje man, je snart de spijker echt zo op zijn kop. Ja, die was meteen boom raak. Echt geweldig, fantastisch. En ja, super nuchter. Hè? Deze mensen die werden door mensen beschouwd als. Uh... Ja. Je weet wel. Ja, ik, ik ken En Ik mensen. denk, jongen, jij bent de eerste die gewoon zegt waar het op staat. Die ik, jou ziet. ik was hem super dankbaar. En rustig. En ook uh, gewoon met koffie en koekjes en zo. Yeah. En allemaal. Ja, uh, gewoon, wel, gewoon, uh, the real deal, gewoon, hè. Uh, <laughs> ja, ja. Dat ik hem onwijs dankbaar was. En dat heb ik heel erg onthouden. In de zin van nou ja, als je in een hulpverlenende rol komt ooit, dan wil ik het heel graag zo doen. Concreet, gewoon to the point. Dat. Ja. Ja, dat is wel echt jouw kracht in maart. Jij bent wel gewoon een uh, soort van, wel van niet lullen, maar poetsen. Ja, nou, kennelijk ja. ja. Ik doe daar niet mijn best voor of zo, maar <laughs> ik weet inmiddels dat ik die reputatie heb. <laughs> ja, maar dat is denk ik wel heel erg uh, ook in jouw voordeel, dat men dat heel fijn vindt. Want hangt natuurlijk altijd inderdaad in een soort ja. uh, uh, stigma omheen, noem het uh, op. Maar jij bent gewoon heel erg. Je maakt het heel erg tastbaar of zo voor ja. mensen. Is, is, is dat het dan ook het, hetgeen wat je Iedere dan keer als ik het hoor en jij zegt het ook, dan denk ik: Oh, nou, ik ben blij dat je het zegt. Kennelijk is dat zo. Want ik zou het niet anders willen dan, dan zo. En kijk, er zit er wel, ook wel een, ja, zeg je het, een lichte verontwaardiging onder al die vooroordelen die mensen hebben over. Ja. Dit werkveld waar ze eigenlijk geen bal vanaf weten... en al gelijk allerlei Oordelen. veronderstellingen toestanden. Denk ik, jongens, wacht even, man. We zitten in een rare tijd. Joh, kom op, je moet niet achter de feiten lopen. Mm -hmm. Natuurlijk zitten er ook spirituele kanten aan ons. En natuurlijk huist daar ook logica. En vanzelfsprekend is het belangrijk... dat we daarin ook weer eens even onszelf leren kennen. Ja. Dus als je dat nog wil bekritiseren, don't waste my time, zeg dag mm -hmm. Dat snap ik wel, want dat ja. kan me ook wel voorstellen dat dat... Uh, merk je dat ook nog steeds wel, dat er mensen ook zijn die dat bekritiseren? Als in, dat ze in een ja. hoekje willen stoppen of wat dan ook. Als in, oh ja, ik bijvoorbeeld, ik ga ook al sinds mijn uh, zevende naar een man toe. En die heeft er is ook altijd weggezet. Maar die heeft altijd geweten van, onze tijd komt nog. En die is nu, zegt hij. Dat je wel merkt dat er een enorme shift in gaande is. Ja. Ja, kijk joh, weet je, ik denk dat je het wel herkent ergens. Maar goed, ik was chef-kok van een groot hotel en ik ging hem nog even en zo kenden mensen mij. En toen ging ik reïncarnatie-therapie studeren. Ja. Nou, dat zegt het toch? Ja. Zo waren helemaal zo. Wat? wat voor therapie? Agressietherapie? Ik <laughs> zo het die gast, die heeft ze gewoon niet meer op een rijtje. Ja. En Wat nu kan ik er wel een soort om lachen, maar toen was het best wel lastig, want ja. had ik ook twee jonge kinderen enzovoort. Ik stond begin aan een gezin, van een gezin. Ja, maar ja, ik wilde is... dat gewoon doen. Ik voelde dus er zo'n innerlijke drive om me in dat veld te gaan ontwikkelen. Maar vanzelfsprekend heb ik natuurlijk heel veel mensen gehad die me voor gek verklaard hebben en de van alles van vonden. En de shift die de afgelopen jaren onder mensen heeft plaatsgevonden, die heeft zich destijds ook bij mij afgespeeld voor een groot deel. En dat was best wel pijnlijk. Ja, want wat gebeurde er toen? Nou ja, dat je gewoon uh, vrienden verliest. Het uh, gaf heel veel reuring in, in de familie. En ik weet ook wat ik nou. kenbaar. Ja, nee, maar daarom, dat ja. dacht ik al. Ja. Dat ik de rol die ik eigenlijk aannam van huis uit, weet je, die grote gasten die het allemaal zo wisten ja. en in een positie ging staan en de chef was en bla bla. bla. Ja stapte ik ineens uit. Dus en... dat gat kwam vrij eigenlijk. En iedereen die geweld, gewend was dat ik daar stond, die, die werd ineens geconfronteerd ook met die leegte. Mm -hmm. En toen begon ik ook wel door te krijgen van Jezus, je hebt wel een hoop al je op je voorgenomen gast. Mm. Dus dat heeft wel wat reuring veroorzaakt. Ja. Maar goed, je leert ook wel je vrienden wel kennen. Hè? Ik bedoel, het is ook wel mooi hoor. Het is... Ja, nou goed, ook wel, uh... <laughs> ik ken het natuurlijk heel erg wel, wat je zegt. Ik, ik vond het ook wel en vind het soms nog wel pijnlijk. Als in dat je dus er dan achterkomt, inderdaad, wat jij denk ik ook nou ja, denk, weet. Dat je op een gegeven moment eigenlijk uh, laag aan het afpellen bent. Dat je eigenlijk steeds meer weer terugkomt bij echt je kern. En dus echt vanuit die kant dingen gaat doen. Maar dus dat dus de, hè, je buitenste lagen, hè, dat ergens op gebaseerd is. en waarop je ook je vriendenkring hebt ver, uh, verzameld. die ja, in één ja. keer niet meer snappen van hè, maar. Gast, je bent toch dit? Ja. In één keer ben je dat. Dus natuurlijk, ik, ik vond het ook best wel pijnlijk. Ja, en jij hebt het, voor jou is het nog heel vers natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, het is voor mij alweer een tijd geleden. En ik neem mijn petje voor je af. Ja. En ik wil uh, ja, ik, ik, er niet mee bemoeien, maar ik denk dat het heel mooi is wat je gedaan hebt. Ook voor, voor, je, voor je diepere stukje. Ja, dat is het vooral. Je kiest voor echt iets wezenlijks van jezelf. Is dat ook om het breder te trekken richting deze tijd? Hier zitten natuurlijk heel veel mensen in veel mensen vinden het ook heel moeilijk en ook heel pijnlijk. En raken ik, er bijna emotioneel van. Mensen vinden het ook pijnlijk en, en, en eenzaam, dit stuk. Omdat ze in één keer... Eigenlijk worden ze geconfronteerd, zo zie ik het, met dat binnenste. En of wil je toch nog goedkeuring vanuit de buitenkant? Precies. Wat zou je mee willen geven dan aan, aan die mensen? Ja, ja god, dat, dat klinkt dan zo van... Als ik zo'n wijze les moet geven... Weet je, kijk, Ik heb e inmiddels natuurlijk een lange tijd gewerkt met mensen... Op basis van de therapie die ik beoefen. Mm -hmm. Dat heet dan regressie-reïncarnatietherapie. Dat moet allemaal een naam hebben. Yeah. Maar wat daar interessant aan is om te melden, is dat ik wel heel veel geleerd heb van wat er nou werkelijk in iemand leest. Hè, deze therapievorm is niet een therapievorm waarin ik ga zeggen hoe ik denk dat zij moeten doen om mm -hmm. beter te worden. Nee. nee. Die is meer gericht in een afstemming met vragen stellen. Om gebieden aan te boren in iemand waar de antwoorden zelf naar buiten komen. Ja, mooi. En in een context terechtkomen die ze als zodanig dus ook zelf herkennen, want dat is van hunzelf. Ja. Nou ja, dus dat samengevat om als voorbode voor het antwoord: als je dat dan doet en je hebt met zoveel duizenden mensen gewerkt, dan ga je natuurlijk een soort gemeenschappelijke deler ontdekken uh, over waar het werkelijk om gaat voor iemand van binnen. En in grote lijnen, het is een beetje generaliserend. Zou je kunnen zeggen dat alle momenten dat je niet koos vanuit je hart, zullen we maar zeggen. Hmm. Maar meer omdat het je van buitenaf opgelegd werd. Of dat je ertoe verleid werd. Of omdat je onder dwang dacht dat het moest. Of om te presteren of om erkenning te kopen. Ja, aanzien, exact. Erken, dat kwam ik ook ja. wel achter. Een gemis van bepaalde zaken opvullen van buitenaf. Precies. Nou ja, dus dat, dat heel veel besluiten die mensen genomen hebben in hun leven. En in deze context gaat dat dan ook nog naar vorige levens. Ja. Of naar patronen in familiesystemen. Mm -hmm. die niet echt intrinsiek vanuit het zelf gemaakt werden. jou in een bepaald patroon terecht doen komen. die uiteindelijk tegen je werkt. Ja. En het is niet verkeerd om zo'n pad te bewandelen. maar op een gegeven moment moet je ook weer terugkomen. Om te ontdekken van ja, oké, okay, ik heb hier van alles ontdekt. en kennissen gemaakt en uh, weet ik veel. maar dit is hem eigenlijk niet. Dus ik ga een ander plan in. Mm -hmm. En ik vermoed. Voorzichtig dat de tijd waarin we nu leven. bij uitstek bedoeld is om iedereen het vuur aan de schenen te leggen. Hm. en dus ook. Um, ja, voor wezenlijke keuzes uh, terecht doen komen, doet komen. echt op een kruispunt komen, mensen ja. op een kruispunt te staan. Maar dit is dus niet een op zichzelf staand gebeuren. dus iedereen die staat op een bepaalde positie. op het wereldtoneel. Hm. Uh, om allerlei redenen. Um, en de keuzes die er gemaakt moeten worden, of moeten, willen worden, zijn ook niet random. Dat zijn een dat zijn soort cumulaties van heel veel momenten die iemand al eerder in zijn leven gehad heeft. Hmm. Om het over die eerdere leven nog niet, maar niet te hebben. Hmm. En nu al bijna moeten. Want iedere keer, ja, ik zei het net al, iedere keer als je niet echt kiest voor wat je wil, dan kan je je zielsmatig ook niet echt ontwikkelen. Dan kan je ook niet doen wat je werkelijk wil. Dan kan je ook je eigen creativiteit niet tot expressie brengen, tot manifestatie brengen. En komen we dan op het punt van zielsmissie, waarvoor je hier echt bent? Ja, zo'n term mag het wel exact, hebben, ja. Precies, omdat echt... Een... Ja, wij zijn hier toch om onze spirituele kracht of potentieel of talent... in de stof tot uitdrukking te brengen. Ja. En op het moment dat jij eigenlijk je potentieel, je levenskracht... en je, je aandacht en jezovoort... investeert in een systeem... Wat gecontroleerd wordt en wat een hele agenda, een andere agenda volgt, hm. dan word jij in feite de deurcel van dat van, 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 van zo'n zo systeem. Ja. Dus dan voed je dat systeem, en ruil krijg je erkenning en zekerheid, dat draait er om om. Ja. Maar je ziel denkt nog even met: ja, heeft, hoe lang gaan we dit nou volhouden? Want het is eigenlijk niet wat we van plan waren. Ja. Maar soms heb je het eerst een tijdje nodig om dat te ontdekken. En zie je dat dan nu, dat dat nu heel erg aan de hand is als dat, dat ja. dus in conflict met elkaar komt? Recht. Ja, dat zie je natuurlijk ook. Ik heel kan nog... heel makkelijk lullen erover, maar het, ik snap heus wel dat het natuurlijk super diepe processen Zo, zijn. En, en, uh, soms maar het is best wel ook mooi om, die, om dat perspectief eraan te geven. Ja, Waanzinnig. Want ja, iedereen die komt ervoor te staan, toch? En het gaat allemaal om die ervaring of om de besluiten van, weet ik voor je huis verkopen of je relatie of je baan opzeggen of uh, weet ik niet wat. Allemaal van die grote dingen ja. waar je al in, in voorstadia al mee te maken kreeg. dacht je nou nee, lijkt het om over het zekere kiezen hoor hoor. En jij doet het iedere keer opnieuw En Ziel denkt van uh, ja, wanneer ik nou? Verdorie. Ja. Ja. <laughs> en dat is nu heel erg. En, 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 en hoe kan het dat dat nu heel erg uh, aan de hand is? Maar ja. zie dat? Komen we toch weer Want, in het grotere plaatjes? Ja, dat is natuurlijk een grote vraag, kan ik zeggen. Enerzijds is het natuurlijk zo dat ik wel geloof en vernomen heb dat deze tijd sowieso gigantisch transformerend is. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen dat het de grootste omwenteling is, ja. Ooit. Kijk maar naar de astrologie van het Vissen en het tijdperk. de Indianen zeggen dat de hergeboorte van Gaia. Mm -hmm. De Maya's hebben het natuurlijk over de 2012 tijd waar we middenin zitten. Ja. Het wordt op zoveel verschillende manieren uitgelegd. In zoveel geschriften staat het e e echt over deze tijd ook. Daar draait het om, en dat is in de kern dan toch wel dat we met een heel ander bewustzijn te maken zullen gaan krijgen. Die om ons heen is, maar ook vooral door ons heen. Ja. En dat bewustzijn gaat ervoor zorgen dat al die patronen waar ik het net over had, waar je heel lang in, in, in vast hebt gezeten. Dat kan niet meer. Dat wordt allemaal groene zeepje, dat gaat niet meer. Nee. <laughs> dus, als je, dus dat is ook wel mooi, want heel veel mensen zitten er zo vast in. Ja. dat als je daar niet een perspectief van hebt, dan word je helemaal radeloos. Want er zijn mensen echt super radeloos natuurlijk, maar op het moment. Wat hoop ik dan, want ik wil jullie ook niet zeggen dat ik het allemaal zo nee, goed weet. Maar nee, maar goed. Op het moment dat er een perspectief aankomt. is het misschien ook fijn voor de mensen te weten. van nou ja, geniet maar even van je crisis. Hmm. Want je hebt het echt nodig om een doorstart te maken. Ja, en dan echt een doorstart te maken vanuit. echt zielsontwikkeling. Ziel. Ja, dat, 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 daar lijkt het allemaal op. Ja, ja geweldig. Ik, ik herinner me nu we het erover hebben. dat ik een keer in Canada was bij de Indianen. daar kom ik vaker. en dat er een Oneida chief was. Hmm. En die zei tegen mij, dat is best wel een tijd geleden... hij zegt, ja, we gaan naar een toekomst toe... en moeder aarde die gaat een, uh, die gaat een uh, zwangerschap krijgen... maar er moet eerst eentje ge geaborteerd worden. Dus moeder aarde kan geen leven geven aan iets... wat Zonder... niet intrinsiek verbonden is met mm, vader, zon en moeder aarde. Mm -hmm. Dus die zei, van, gaat, moeder aarde moet eerst een abortus ondergaan... van iets wat niet levensvatbaar is... Toen dacht ik, wat bedoelt je nou, joh? Ja. Maar nou snap ik hem wel, denk ik. Want ja. hij probeert nu iets natuurlijk, zich op te dringen... en zich te manifesteren hier met, met een enorm... hoe uh, zeg je dat, ambitieus, idioot idee. Mm -hmm. Dat is niet levensvatbaar. denk ik. ik snap wel wat die gast bedoelde. Ja. Dit bedoelde die. Ja. En dan wordt moeder aardig opnieuw geboren. Dus dan komt er wel een nieuwe geboorte. Mm. Maar dat is dan een natuurlijke... Ja, dus eigenlijk zie jij dit als nu, de tijd waar we in zitten, ook in, in een moeilijke tijd, als een stuk waar we doorheen moeten met z'n allen. Ja. Om echt, en, en denk jij dan dat, ja, laat ik het zo zeggen, wanneer gaat dat, uh, wanneer gaat het moment zijn dat, dat, dat de echte geboorte plaats gaat vinden? Nou, volgens mij zitten we al in de barensweeën, zeg maar. Mooi. En, en in dit, zo'n groot plaatje, is het natuurlijk best wel lastig om daar een tijd aan te verbinden. Maar ja. alles gaat zo mega snel op het moment. Mm -hmm. Dat het niet is van uh, moeder, aardig uh, of oh goh, ik ben zwanger. Nee hoor, we zitten nee. echt in het, het, het geboorteproces. We zitten midden in, in die shift. In de weeën. In die, uh, in die uh, enorme uh, omwenteling. En, 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 en is dat dan ook dat je, inderdaad, het is misschien weer mijn ego, als in het versnellen van een proces, heeft dat ook te, dan te maken met de mensheid die inderdaad durft die keuze te maken van hé, hey, ik ga nu echt mijn zielsmissie volgen? Ja, maar als in weet je... zie je dat als in. Weet je wel, hebben we dat nodig om, om, om daar ook na, naartoe te kunnen bewegen? Laat ik het zo zeggen. Of is het een proces die sowieso doorgang vindt? Ja, dat. Het ja. vindt sowieso doorgang. En ik denk dat het. Uh, ja, weet je Ik snap denk ik wel wat je bedoelt met het woord zielsmissie. Maar ja, dat zou zich dan moeten laten definiëren. Wat is nou een zielsmissie? Ik, het is beter misschien om te benadrukken wat het in ieder geval niet is. Mm -hmm. En wat het niet is, is dat als jij je levensenergie investeert... in systemen die niet echt meer verbonden zijn met liefde en waarheid. Mooi. En heel veel mensen die zitten er middenin. Ja. In ruil voor hun, hun natje en hun droogje. Ja. En dat is gewoon niet natuurlijk in feite. Nee. Maar zoals ik al zei, ik wil het niet veroordelen... want dat klinkt weer zo bij de hand. Maar dat is einde oefening. Dat gaat gewoon niet meer. Nee. En dat is... Ja, ik weet niet hoe jij het ziet. Jij spreekt zoveel mensen ook, maar... Die verschuiving is toch waanzinnig gaande? Ontzettend. Iedereen die een, een wappieraar alternatief alternatiefachtig verhaal had ooit... Ja. die krijgt ineens een stem. Ja. En al die verhalen van die mensen die het allemaal uitgevonden hadden... en die het 30 keer peer-reviewed allemaal moesten zien... en bla, 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 bla... bla dan ga je die eens even van... ja, same old story, weet je. Het voelt hem niet eigenlijk meer. Ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is... maar ik denk dat hij dat dat twee metertjes is... Ja. Nou, het, het, laat ik het zo maar zeggen, het is, het, 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 is, het, is, het is ook lastig inderdaad om met de meetjes te, te gieten, maar als je het inderdaad om je heen ziet, wat er allemaal gaande is, en als ik het, laat ik het naar, naar mezelf toe trek, uh, betrekken, als, in, uh, als ik zie wat we aan het doen zijn met zo'n platform en met de gesprekken, en als ik hier wat voor reacties dat losmaakt, en wat jij natuurlijk ook ziet met je boek, en maar met, ja, ook met de aanvraag voor je lezingen, uh, hoe, met, met theaters die binnen een week uitverkocht zijn, dat... Dat zegt mij heel veel inderdaad, dat we enorm in die, ja. in, in, in die geboorte zijn van... Ja, wat is het, de nieuwe tijd? Hoe, hoe, ja, ja, zo noem het maar. Dat, dat geloof ik zeker. Ja, ja. waanzinnig. Dus het lijkt wel een overval soms. Ja, maar dan leven wij in een hele bijzondere tijd ook hier dus nu als ziel. Ja, ja is dat, absoluut. Dat is ook bewust dat wij daarvoor nu hebben hier voor zijn? We hebben ervoor gekozen. Mm -hmm. Daar kan je natuurlijk heel veel onderzoek naar doen. Ik bedoel, uh, ja... Weet je, er zijn heel veel verhalen, en uh, zo, laat ik het maar zo zeggen. die vertellen dat er een superveel overeenkomst is met de tijd waarin we nu leven. in de eindtijd van Atlantis, 13.000 jaar zo'n beetje geleden. En dat de overeenkomst is dat daar natuurlijk ook een elitaire club was. die hun wil, uh, zeg je dat, oplegde aan het volk. Met heel veel technologisch geëxperimenteerd en al dat soort zaken meer. Maar ja, daar is wel van alles gebeurd, ook onder invloed van al die uh, uh, controlesystemen. Mm -hmm. Maar weet je, het, wat ik geleerd heb van dit hele werk, is dat een ziel iedere keer behoefte heeft om een andere uitkomst te ervaren dan de voorgaande. Net zolang tot die weer aansluit op liefde en waarheid en op verbinding met zichzelf. En je hoeft niet zo diep de geschiedenis in te kijken... om te zien dat er heel veel shit geweest is. Dus dan zie je ook dat er heel veel mensen... waaronder onze voorouders, waar wij overigens vaak bij hoorden... Mm -hmm. vast zijn gelopen onder invloed van wat ik in mijn boek ook beschrijf... van oorlogsomstandigheden, hongersnoden, religies die opgedrongen werden. Als je de agendas daarachter gaat onderzoeken, dat zij konden, dan zie je dat het allemaal georganiseerd shit is... Mm. Maar op het moment dat jij je leven leest en je bent um, fundamenteel vastgelopen in iets in jezelf, dan kan je sterven. Dat gebeurt dan op een gegeven moment vanzelf wel. Maar op zielsniveau is het verlangen om dat waarin je vastliep alsnog een keertje door te gaan maken, blijft aanwezig. Ja. En dat, dat is een drive, zeg maar, voor een nieuwe incarnatie. Mm -hmm. Puur voor zielsheling. Ja. Ja, je wil eigenlijk... het gewoon anders meegemaakt hebben. Dus zielen die incarneren of reïncarneren dan. <tacht> en die brengen zichzelf via een incarnatieproces, kom je in een familiesysteem. Mm -hmm. In omstandigheden die uh, in de kern dezelfde ingrediënten bevatten als die waar ze destijds uh, op hun bek gingen, zeg maar. Ja. Alleen is het nu een ander plaatje. Maar, maar je, je komt ik... dezelfde thematiek weer tegen. Exact, ja. Dat, gaan mensen, dat voelen mensen ook wel. Maar de bedoeling, dus het is gelijk van: oh jee, daar gaan we weer. Dus het is een onrustig gevoel van binnen. Maar in feite is het de ziel die zegt: van, laten we nou eens kijken of we dit keer op een andere, een andere uitkomst kunnen rekenen. Mm -hmm. Dus Daar uh, draait zegt, alles om. Ja, dus jij zegt: wij zijn hier allemaal uiteindelijk met als enige doel, is die ziel helen en dus eigenlijk oude thema's uit vorige levens, om het ja. zo te noemen, ja. om dat weer verder Daardoor komen we ook weer eens in diezelfde conflicten terecht met onszelf. Ja, en dan is het wel belangrijk te benadrukken dat het niet zo is dat wij hier alleen maar pijn moeten leiden om onze shit op te ruimen. Mm -hmm. Er is genoeg shit, dat weten veel mensen zelf wel. Die ja. lopen vast in dit en dat. Er is van alles uh, waar je tegenaan kan lopen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we hier zijn, zoals ik het ook van de Indianen geleerd heb, om Great Spirit tot expressie te brengen. Dus wij zijn eigenlijk de fysieke belichaming van van Great Mystery, van de liefdevolle bron, hoe je het wil noemen. Mm -hmm. Die zijn eigen essentie in de schepping uitgedrukt wil hebben middels ons. Wij zijn de armen en benen van de creator, zullen mm -hmm. we maar zeggen. Dus, en met als doel om meer liefde en, en licht hier te brengen? Ja, en om, om, om uh, dat bewustzijn in de stof te ervaren. Dus dan wordt het ook normaal dat je kunt communiceren met dieren en andere dimensies en met bergen en planten en de seizoenen en het vuur en het water en de bijbehorende ceremonies en voedsel en ik weet niet wat allemaal. Dus dan wordt het een hele andere vibratie. Ja, en, en daar zitten wij nu ook dus volledig in, in dit, in dit stuk van bewustwording. Ja, nou, we zitten volgens mij in een, in een fase waarin het oude bewuste mm -hmm. niet meer post, post. kan vatten. Nee. Dus dat gaat afbrokkelen, maar ja. Afhankelijk van de mate waarin iemand zich geïdentificeerd heeft met die systemen, mm -hmm. wordt de strijd meer of minder. Dat, dat is natuurlijk pp verschillend. En eigenlijk ook nog een strijd van jezelf. Iedereen hier verlangt uiteindelijk naar, naar verbinding en liefde en, en verbinding met weet ik zo. Ja. Met de natuur, met het water, met het vuur, <laughs> met elkaar. En een, een beetje in, dus we zijn meer gespecialiseerd geraakt in overleven dan in leven. En wat zijn we dan afgesneden, Maarten? Ja, kennelijk. In de. In de, in de... Ik wou ook iemand anders de schuld kon geven. Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk ook mijn eigen proces geweest waar je een stuk verantwoordelijkheid in hebt. Maar ja. ja. En misschien is het ook wel gewoon een logisch onderdeel van een groeiproces door een bewustzijnsshift uh, heen. Ja. Maar dat klopt natuurlijk wel wat je zegt. En die, dat afgesneden zijn. Ja, dat staat al in het boek ja. hoe dat ontstaan is. Al die opaatjes en die omaatjes. Onderbiedig gezegd, de vaders en de moeders. Die zijn gaan geloven dat als je niet zus doet, dat je in de hel komt. Ja. Of die voor keuzes gesteld werden. In oorlogssituaties waar je achteraf van: nou, van mijn god, dat heb ik gedaan. Zus en zo. Ja. Dat, is, dat zijn concrete gebeurtenissen die ons doen afsnijden van. Um, ja, van wat we werkelijk willen. Ja. Dat is echt wel aandoenlijk hoor. Uh, Omaatjes of opaatjes gewoon uit familiesystemen. Die min of meer verplicht werden nare dingen te doen, zullen we maar even zeggen. Mm -hmm. Maar hun oorspronkelijke talenten: creativiteit, levenslustigheid, organisatievermogen, muzikaliteit, openhartigheid, paranormaal zijn. Gevoeligheden, <laughs> mooi kunnen koken. Al die dingen, die gaan dan zo'n beetje onder dat schuldcomplex. Mm -hmm. Ik hoorde het upflips van is dat trouwens ja, ook. Ja. Zeggen, ja, het draait allemaal om schuld. Dat is ook zo. In deze wereld, ook van, nou, in, in mijn wereld, de therapiewereld, iedereen leidt eigenlijk aan schuld. En die schuld, dat zijn allemaal een soort zwarte vruchten. Die komen uit, uit omstandigheden die geanceneerd worden, zoals ik al zei, waarin je dingen doet of je laat verleiden door dingen te doen. Die niet eigenlijk vanuit je hart komen, maar die op dat moment de beste overlevingskans heeft mm -hmm. hebben, denk je dan. En zolang dat schuldgevoel er is, kan die andere agenda daarop inspelen door in die voorwaardelijkheid eigenlijk afhankelijkheid te blijven creëren, waardoor je in die agenda blijft acteren, zeg maar. Dus continu eigenlijk in die matrix blijft hangen. En in, precies in die matrix blijft hangen. En nou, er zijn allemaal manieren, onder andere deze therapievorm. Het is dus ook maar een weg naar Rome. Mm -hmm. Die jou kan helpen in verwerkingsprocessen om, om vrij te komen van die, van die, van die eh, pijnlijke gebeurtenissen. Ja, en die komen eigenlijk, want dan komen we komen nu op het thema voorouderheling. Zo moet ik het een beetje zeggen. Dus eigenlijk om door die processen heen te gaan, waardoor je dus eigenlijk daar meer vrij van zou kunnen komen. Moet ik het dan zo zien? Ja, dus dan zou je het zo moeten zien: van. Het is niet zo dat. dat doordat jij de shit van je voorouders leert verwerken, <tus> zelfs zo goed opknapt. Het is meer zo dat als jij thema's meedraagt uit eerdere levens, dat, dat, dat hebben we. Hmm. Dat die thema's die jij meedraagt uit eerdere levens waar je nog een, een groei op door wil maken, of een ontwikkeling op door moet maken, of een verwerking op door moet maken, hè, dat die in een nieuwe incarnatie actueel gemaakt moeten worden. Dus die moet in jou ontwaken. He, omdat, je, omdat je ze anders bij wijze van spreken niet herinnert. Mm -hmm. Dus er moet iets gebeuren, waardoor er als het ware weer met je snuffert in gepropt wordt. Ja. Je, je ja, krijgt te maken met die confrontatie. Precies. Ja. Dus ze moeten actueel worden in jezelf. Nou, je vader en je moeder, en de twee opa's en de twee oma's, mm -hmm. zijn de hoofdbevoorraders van de herinneringen aan dingen die je eigenlijk niet wil herinneren. Ja. Dus jij komt weer hier terug. Bewust bij je Precies. vader en je moeder, ja. bewust bij die opa en oma, omdat daar allemaal weer diezelfde thema's zijn die ja. jij in vorige levens nog niet hebt geheeld. Precies, dus als je het heel zwart wil, wil bekijken, en opa was een klojo om, in de familie, dat, dat hoor je vaak, omdat hij in de oorlog een verkeerde beslissing had genomen, en dan blijft die veroordeling daar bestaan, snap je? Dus zolang er geen herziening komt op wat gemaakt heeft dat hij destijds deed zoals hij deed. Ja, dan blijft zo'n veroordeling natuurlijk terroriseren in een familiesysteem. Ja. En de goede man gaat een keertje dood, maar in die veroordeling, snap je? Dus dat betekent dat zijn pijn en zijn verdriet door zijn het. ongenoegen. Ja, dat blijft bestaan. Dat blijft als een soort energiekluit zeg maar ingekapseld hangen in het hele aan familiesysteem. familiesysteem. Ja. Dus de bedoeling, laten we het even praktisch houden. De bedoeling is natuurlijk dat er een keer iets gebeurt. Waardoor er een herziening komt op wat opa destijds in die rol terecht heeft doen komen. Ook op zijn verdriet, ook op zijn ongenoegen, ook op zijn spijt. Maar zeker ook te weten wat voor een prachtige kwaliteiten allemaal onder die pijn zijn blijven zitten. Mm -hmm. Snap je dus, als je dan in zo'n familie incarneert, zoals dat heet dan is de een meer ingeklikt op het verhaal van opa misschien... en de ander is meer ingeklikt op het paal van oma. Mm -hmm. Maar dan is het de bedoeling dat die pijn gekend wordt. En op het moment dat jouw vader of moeder een kind van opa is... en je lijkt op die gast... dan ga je een conflict met je vader of je moeder krijgen. Ja. En dan gaat daar reuring komen. Dat wordt als zodanig niet herkend. Dat wordt in deze context meestal niet gezien. Maar de reuring die er, die er komt... Die wij dan als klachten of aandoeningen of problemen of ziektes, wat ik wat ervaren, zijn eigenlijk bedoeld om de pijn van opa vrij te maken. Want als dat vrijkomt, en vrij is gewoon uit het isolement, hè? het is niet wegsturen en niet wegdrukken en ook niet afknippen enzovoort. Doorheen? Ja, het is vrijkomen. Het is doorheen dat de pijn doorleefd wordt van deze opa. En op dat moment kan de levensenergie, die eigenlijk in een blokkade zat, weer stromen <laughs> ja. door de nageslachten heen. Dus eigenlijk is het aan ons, mensen die hier dus nu bewust van zijn, om dit eens op te lossen. Ja, precies. Het is ja. gewoon een ecologisch systeem, zo zie ik het. Ja. Spiritueel ecologische kringloop. Dus het is, nou ja, als ik het zelf zou mogen zeggen, is het echt super belangrijk om je voorouders te kennen. Omdat je, omdat je op zielsniveau allerlei afwegingen gemaakt hebt om naar de aarde te komen, in kluis. Nou, de mooie krachtige talenten en uh, dingen van al die families die je gaat treffen, maar ook het opgesloten zootje. Ja. Daar kies je ook voor. In feite, om jezelf te herinneren aan wat je het liefst wilde vergeten. Ja. Dus de spiegel van opa zegt uiteindelijk meer over jezelf dan over opa. Ja. Maar in de derde dimensie zijn we gewend te projecteren: mm -hmm. zo, dan is het bij voorkeur jij, 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 jij. Mm -hmm. Ze wordt ook vaak gezien, hè? als hij er niet meer is, dan, lul, dan ben ik er vanaf. Maar waar je in feite vanaf bent, is dat je voor je trigger af bent. Ja. Dus dat is drie-dimensionaal kijken en denken. De vierde dimensie, waar we volgens mij naartoe gaan... houdt in dat die spiegels niet meer als zodanig vertaald worden... en dat het boemerangetje van opa terugkomt... waardoor je de pijn van jezelf gaat voelen dankzij je opa. Ja. En dan denk je, godverdorie, ik lijk veel meer op die gast... dan ik eigenlijk had gewild. Maar ik snap nou ook wie hij wezenlijk is... En ik voel zijn pijn. En de pijn van opa Arie trilt op dezelfde manier als jouw pijn. Uit een eerdere ervaring die overeenkomt met opa Arie's thema's. Snap je, een ja, ja, ja. je het goed uit? Nou. Ja. En dat is in een kringloop is dat. Dus dan ga je uit die veroordeling. Maar dan ben je gewoon meer aan het inklikken. En in feite ben je de dots aan het connecten. Hè? Ja. En dan kan je gewoon gaan houden van degene in wiens voetsporen jij kwam. Want vind je dat niet maf als je nou een hekel hebt aan je vader of je moeder of je opa of je oma? Terwijl jij wel het nageslacht bent. Dan moet je toch meenemen, ja maar oké. Okay. Als, nou, als je een beetje spiritueel gaat ontwikkelen. Denk je, ja, het heeft voor zo. mij een enorme, hè, dat weet je ook na, na een lezing die jij bij ons hè, met Unifyps ook hebt gegeven. Afgelopen zomer was het uh, volgens mij. Het, het, het heeft bij mij ook zoveel gedaan. Dat ik ineens blokkade, maar dat was ook meer richting mijn eigen ouders. Dat ik in één keer ging zien. Hé, hey, wacht even, maar dat mijn ouders zo doen of deden richting mij, dat komt ook weer heel ergens, ook weer ergens vandaan. Mm -hmm. Dus ik, ik kon die, die, die wrok, dat, dat laat ik al wat meer los. Omdat, omdat je veel meer daarvan van bewust bent. Dat dat natuurlijk ook ergens vandaan komt. En dat het hele systemen zijn. Om het even heel, heel praktisch te maken. Ja. Kun, kun jij een aantal ook voorbeelden uh, geven die. die die jij natuurlijk in je praktijk en je hebt duizenden mensen <laughs> behandeld, eh, om het heel praktisch ook te maken voor de mensen, wat dat kan uh, doen, als je hiermee uh, aan de slag gaat. Ja, dus, um, nou, het is natuurlijk mooi dat je dat zegt. Weet je, van, ik kan natuurlijk allemaal praatjes hebben, maar. Nee, maar daarom. Voor je ja. werk heb, heb ik ze alleen maar, omdat ik natuurlijk 27 jaar lang zie wat dit werk doet. Ja. Dus, enerzijds zie ik hoeveel, hoe weinig bewustzijn er eigenlijk is over die verbinding met die voorouders, hoe, hoe wezenlijk concreet het eigenlijk is. En tegelijkertijd zie ik dat op het moment dat mensen um, ja, daar wel op in gaan klikken, dat, dat er nou, genezing komt, gewoon heling en genezing tot de meest fundamentele dingen. Dus, en de Indianen die hebben het me verteld ook natuurlijk hè, wie je hebt ja, voorouders niet kent, de, die je voorouders niet kent, die stuurloos. Ja. Want daar zijn ze heel erg natuurlijk altijd mee bewust. Nou, iedereen die een klein beetje nog spiritueel bewustzijn heeft, want dat vind ik dan ook zo een Spiritueel bewustzijn, dat is een beetje, een beetje zo erg, weet je wel. Maar ik denk dan altijd: ja, Jezus. Hoezo? Jezus, nou oké. Okay. Diep. <laughs> nou, even, ja, topper, maar goed. Ja, ja, tuurlijk, kan je ook ja. verschillend gaan interpreteren? Ja. Nee, maar dat het natuurlijk toch echt wel in mijn beleving belangrijk is dat we weer gaan openstaan voor het idee dat we in essentie inderdaad een spiritueel wezen zijn. Mm -hmm. En wat zich daar allemaal afspeelt, oké, okay, in het ongeziene, ja. zich uitdrukt in de stof. Dus dat besef, daar draait het allemaal om. Dus dat, dat betekent letterlijk ook, um, dat, dat vertelt de Epigenetica. Epigenetica vertelt dat de invloeden van je vader en moeder um, jouw DNA modelleren. En dat betekent dus eigenlijk dat er allerlei gedragscodes zeg maar, in, die, in die modellering terechtkomen. Mm -hmm. nou, die, die maakt waarom jij doet zoals je doet. En ik doe zoals ik doe. En waar Dronen. jij wel gevoelig voor bent en niet gevoelig voor bent. Dus hoe ingewikkeld is het dan. Want dit is al ook wetenschappelijk aangetoond. Ja, mooi. Aangetoond. Dat je dat ja. Hoe ingewikkeld is het dan. om als jij weet dat jouw grootmoeder haar lievelingsbroer verloor. toen ze zelf 18 was omdat die gast, die misschien toen negatief was, weet ik veel, verzetswerk deed, ja. geëxecuteerd werd. En oma, die toen een jonge meid was, in feite in een soort chronisch verlangen naar haar broer is terechtgekomen. Er mocht niet over gepraat worden, dat was allemaal zo. Dus dat die oma door die gebeurtenis, zeg maar, een heel diep trauma oploopt eigenlijk, als zij later een kind gaat krijgen, en het wordt een dochter. Hm. Oftewel de moeder van mijn cliënt. We hebben het over drie generaties. Hm. Dat het best zo zou kunnen zijn dat ze stiekem gehoopt had op een jongen. Hm. waarmee zij hoopte dat ze haar broer zou terugkrijgen. Wauw. Ja. Dat verzin ik niet hoor. Ik kan, ik kan zo aan de lopende band ratelen. Ja, dit, 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 dit ben jij. Dit is uh, dus echt een concreet voorbeeld. Ja, dat is één uit duizenden. Ja, precies. Het, het bijzonder is alleen. Ik licht er maar eentje uit dat dit voor mensen vaak veel nieuws is. Dus dan zeg ik van jou, ja, oké, okay, dus dat dus betekent dat jou, jouw oma. Die werd, die werd zwanger. Voor het eerst was ze, weet ik, veel 25 of zo. Zeg maar, een jaar 5, 6 nadat ze die broer kwijtraakte. En dan kan ik vragen aan mijn cliënt, ja, god, dus als zij nou zwanger is, hè, wat denk je, wat voel je, wat heeft ze gedacht toen bleek dat ze zwanger was? Wat komt er dan in je op? Dat is nog een open vraag toch, hè? Ja. En dan zegt mijn cliënt, nou, misschien hoopt ze wel dat het een jongen wordt. Dat gaat al vaak met een bepaalde sensatie van, van tranen of iets samen. Ik zeg ja, en waarom denk je dan dat ze dat gehoopt zou hebben? Nou, eigenlijk misschien omdat ze daarmee een stukje haar broer zou terugkrijgen. Ja, maar wat weten we nu? Het wordt niet een jongen, het wordt een meisje, het wordt jouw moeder. Ja, dus hoe moet oma voor oma geweest zijn toen ze een kind ter wereld bracht, maar dat het een meisje was? Nou, ja, ik word een beetje verdrietig, maar is misschien wel een teleurstelling ook. En heb jij dan een idee hoe het zat tussen jouw moeder en haar moeder, jouw oma? Ja, nou, er was altijd gedoe. Ja, dat is dan bekend. Hoezo dan? Nou, ja, het was nooit goed genoeg in de ogen van oma. Ah, dus jij hebt een moeder voor wie het nooit goed genoeg was in de ogen van oma. Kun je het volgen? Ja. <coughs> nou ja, goed, dus zo zie je. Ik wil er geen therapiesessie van maken. Hè? Nee, maar goed, wel fijn. Maar zo zie je dat alleen dit al mensen inzicht geeft. Ja. Omdat ze ineens besef krijgen over die eigen moeder die omdat het voor haar moeder nooit goed genoeg was van haar kind, mijn cliënt ook altijd vond dat het niet goed genoeg was, ja. er ineens een innerlijk besef komt dat dat hele patroon, waar je pff, decennia lang tegenaan kan lopen, ja. in feite door die executie van die broer vandaan komt. Hm. En dit besef is helend. Hè? Dus dit is, ja, precies, dit is dat, niet dat... begrijpen. Kop, in je kop is het fijn om te begrijpen, maar ja. dit wordt op een diepere laag begrepen. komen ook tranen. En om er dan nog even een heel zweverig tintje aan toe te voegen. Mm -hmm. Als die oma een keertje doodgaat. en eigenlijk dat hele gedoe van haar broer nooit heeft goed kunnen verwerken. dan gaat zij op zielsniveau. natuurlijk het besef ook meer krijgen. dat zij nooit werkelijk de moeder kon zijn voor haar dochter. die ze had willen zijn. Hm. Die liefde is er sowieso. maar die wordt dan overschaduwd. Ja, zeg maar door, door, door dat het hele kalmast. verhaal. Precies. Ja. Dus als die dame doodgaat, die oma, dat betekent dat zij, doordat ze die verbinding nooit echt heeft kunnen maken met haar dochter, ook niet vrij kan komen als ziel. Je kunt niet zeg maar bij God op schotelkoepiekei er tegen zitten drinken, terwijl jij weet dat je dochter je eigenlijk nog steeds zoekt naar jouw liefde en jouw erkenning of wat ook. Dus die blijven hangen, die zielen, die blijven aankleven en op de een of andere manier invloed uitoefenen, meestal bij het kleinkind. Die blijven echt hangen hier. Ja, ja, zeker. Mm -hmm. Die blijven hangen. Om deze reden. En daarin zie je dus ook... Sorry, ik maak even een <coughs> stapje even vooruit. Niet. Daarin zie je dus ook, als je dit heelt... dat daar dus ook uh, meer vrijheid komt. Bijvoorbeeld bij die kleine... Absoluut. Ja. Het is met dit werk gewoon mogelijk. En dit zou ook niet zo zwevig en spooky gevonden moeten worden... dat sommige mensen dat vinden. Want het is gewoon inheems zeg maar. Mm -hmm. Om je te verbinden met de ziel van je eigen grootmoeder... Op een manier die je cliënt in staat stelt om de pijn van het verdriet, van het verlies van haar broer in het nu alsnog te beleven. En oma. En toen kwam er een dochter en die heette, uh, weet ik veel, uh, Sandra, zeg ja. maar wat. Ja. Maar hoe is het dan voor jou geweest je dochter te moeten bemoederen terwijl je heel de hele tijd met die pijn van je broer zat? Ze zegt, ja, ik heb niet echt kunnen doen wat ik wilde. Hoe heeft ze zich uit? Ik heb eigenlijk nooit kunnen zeggen dat ze goed is zoals ze was. <laughs> en ik voel daar nu zoveel verdriet over. Dus dat is in een therapeutische sessie allemaal mogelijk. En wat is het gevolg daarvan? Verbinding. Oma's ziel kan vrijkomen omdat haar verhaal eindelijk gehoord is. Op zielsniveau komt er voor die moeder weer een herkenning diep van binnen. En het kleinkind komt in een ontkramping ten aanzien van haar eigen moeder omdat er een voorouderlijk besef binnengedrongen is, dat ervoor gezorgd heeft dat er gewoon ineens opening komt. Ja, dus daar komt in één keer gewoon ruimte eigenlijk met ja, ook in figuurlijk. Precies. En dat je dus ook veel meer nieuwe. De verbinding tussen ja. je kids ook dus weer heel mooi maakt. Want dat is natuurlijk wel het mooie aan deze tijd dat wij dus nu, en dat zo voel ik dat ook. Uh, ja, hij hey, wacht wel even, ik wil bepaalde dingen, wil ik weer niet meegeven aan mijn kind. Kinden, ja, precies. Dat, hè, dat is natuurlijk wel heel mooi als je hiermee aan de slag gaat, dat je daarin. Uh, Veranderingen uh, kan maken. Ja, ik zei het laatst ook. Je, hoeft het niet, je moet dit niet per se doen voor je kinderen. Maar het is absoluut zo dat wanneer jij deze stukken kunt pakken, dat dat tot enorm voordeel strekt voor die kinderen. Want ja, die thema's die houden dan op te bestaan of die verdampen, ja. waardoor de kids er niet meer mee geconfronteerd worden in jouw vadergedrag of in jouw moedergedrag. Ja. en zij veel eerder aan hun spirituele ontwikkeling kunnen gaan werken. Precies, in plaats van dat zij ook nog weer door. Uh, ja. De shit hebben. Maar dat op. geldt voor ons voor onze ouders en voor onze ouders naar hun ouders. Ja. ja. Gemiddeld genomen kom je bij opa en oma altijd zo in of net na de Tweede Wereldoorlog uit. Ja, dat, dat zie je heel veel terug, hè? Of altijd. Ja, in je de ziet boek staat ervoor ja, dat te voorkomen. Echt... Dat is mijn grootste ontdekking geweest. Ik denk, jezus man, die hele. Ja. <laughs> oorlog. En je wou, je ja. Woord, ja. weet waar we over Ja. De shit, heb ik opgenomen. Mag gewoon. Kut oorlog. Ja, goed zo. Die heeft zoveel sporen nagelaten. Echt hè? Ik heb heel veel in Duitsland gewerkt. Nou, daar is het natuurlijk duidelijk dat iedere opa of iedere vader. natuurlijk. Uh, in, de, in die tijd actief is geweest in het militair apparaat. Met de bijbehorende gevolgen. Ik heb veel in Catalonië gewerkt, in Spanje. Daar was het de Franco-tijd van de opa en oma-generatie. die er uh, behoorlijk in gehakt heeft. Maar kun je nagaan Maarten, hoe dus dat. nou, na W.E.N. Ongekend, dus dan kun je wel zeggen: oh, een oorlog stopt op dat moment. Ja. Maar eigenlijk dus niet. Dan begint er een nieuw programma. Ja. En daarover is gemiddeld weinig besef. Dat heb ik ook gemerkt. Ja. Dat zou ik wel van de, van de, van de daken willen, willen schrijven. jongens. Wordt alsjeblieft wakker, want daar heb je geen therapeut voor nodig. Ik stel binnen een half uur de goede vragen. En dan is het wel eens de vraag dat ik denk: Jeetje, heb je er echt nog nooit over nagedacht? Nee, we praten er vroeger nooit over in de familie. En denk Ja. Maar dan moet je toch een beetje nieuwsgierig worden waar wordt dan niet over gepraat. Een kind die heeft gewoon zo'n kracht van binnen, die is rete nieuwsgierig en die wil weten wat het dan is. Maar vaak zijn wij ook lampgelegd en kom je in zo'n loyaliteitscircus terecht, weet je. En dan ga je je ook maar confirmeren aan, ja, dan gaan mijn papa me niet over praten. En dat ligt te voelen bij mama, dus laat me zitten dan... Dus er wordt alles een beetje zo gedemd. Dat zie je wel heel erg, ook in die oudere ja. generaties, als in. Oh, daar, over gevoel gaan we niet praten. Precies. Maar dan kun je dus eigenlijk, ook na, dus eigenlijk nu mee zeggen van hoe schadelijk dat dus eigenlijk is. Het is onwijs schadelijk. En iedereen. Nou ja, wat ze van mijn verhaal vinden, maakt me helemaal geen bal uit. Maar nee. iedereen die kan zich opnieuw afvragen: van... wat de fuck is er eigenlijk gebeurd in mijn familiesysteem? Hoezo loop ik al 30 of 40 jaar mijn vader een lul te vinden. Terwijl ik eigenlijk niet snap wat er precies gebeurd is tussen hem en zijn ouders. Omdat mm -hmm. daar nooit over gepraat wordt. Daar ligt zo'n enorme goudmijn voor ons klaar. Ja. En dat kan ik iedereen aanraden. Ja, want als je dat wel doet, dan kan daar dus ook die hele. Dan kan er dus ook een nieuwe verbinding ontstaan tussen precies. jezelf en ja. je ouders. En het is al verder zo, want als jij met je aandacht dat veld ingaat. door je de vragen te stellen. Hè, al haal je er een oud fotowalbum bij, weet ik veel. Maar als je aandacht dat veld ingaat. Van die opa waar nooit over gepraat werd, dan gaat jouw aandacht al een vibratie in dat veld doen bewerkstelligen. Daar he? ga je al veranderen. Waardoor er al olie in de machine komt en het proces al gaat gebeuren. Ja. Echt, er, zegt, en er, komen, er komen er hè? dromen, er komen spontane gesprekken, mensen die zeggen, Joh, ik weet niet hoe dat was, maar ja. ik gaf mijn vader ineens een knuffel en ik voelde me ineens dat hij me vasthield. Wat is dit? Is dit een beetje hetzelfde, sorry maar, misschien, uh, heeft het een klein beetje dezelfde werking als een, als een familieopstelling? Ja, natuurlijk ik ik er... wel. Maar ik, ik. Toch kort om uit te leggen, een familieopstelling, dan hè, worden je ouders. Je gaat eerst je ouders, et cetera, neerzetten. Hè, op een bepaalde manier. En dan ja. gaat men in dat verschuiven. En dan zie je vaak ook wel dat daar al inderdaad een verandering in plaats Laat ik zo zeggen: van hm. ik vind het natuurlijk heel mooi familieopstellingen. Mm -hmm. en, um, maar goed, mijn ervaring zegt dat familieopstellingen vaak niet genoeg is. Nee, het is misschien eh, het nog te dun. Het brengt iets ofzo. in beeld. Exact. Precies, het brengt iets in beeld. Maar eigenlijk doe ik uh, net even ik die doorpakken slippen. vanaf het moment dat, dat de opstelling daar staat. Ja. Als opa zo gaat staan in de opstelling, dan zou ik hem bij spreken erbij trekken. Hè, om concreet contact te maken met het moment dat hij besloot bij de NSB te gaan. Ja. En dat hij op dat moment niet doorhad wat hij eigenlijk deed, maar dat hij een jaar later voelde dat hij verantwoordelijk was voor de deportatie van de ik heleboel mensen. Ja. Ik vind er geen bal van, maar dat is de reden dat hij zo staat. En wat voel je dan opa? Wat gaat er dan door je heen? En hoe is het dan voor je als je zelf kinderen krijgt? Enzovoort, enzovoort. Dus dan komt het traumaveld veel concreter aan bod. En dat is, dat is wat ik zou zeggen, wat het verschil is. Hey, en ook, de, uh, toch ook na, na deze tijd waar we in zitten, en ook de laatste jaren met, met, met lockdowns, met angst, met, uh, met, uh, met mondkapjes, alles, et cetera, et cetera. Kun je daar ook dan nu eigenlijk al van vaststellen? Van ja, goed, dit, dit gaat ook zeker richting de Kids, maar misschien ook richting ons. Vast zeker. Dit gaat zijn uh, tol, op latere, ja, tol ook op, op latere tijd dat, dat, dat dit ook weer terug kan komen. Als we er nu niks mee doen, als... zeker. Ja, hè? Maar kijk, je moet, zo, je, <laughs> moet niks, je, je, je moet het zo zien van het succes van zo'n hele lockdown-circus en het hele corona-verhaal en alles wat er gebeurd is, zeg maar. Succes doe ik zo. Ja, dus hangt ja. af van de mate waarin de poppetjes in het veld, dus dat zijn wij, hun oude shit al of niet opgeruimd hebben. Dus op het moment dat jij van huis uit in een familiesysteem bent opgegroeid met een hoog oorlogsgehalte, of met een hoog pas op, kijk uit, of doe maar gewoon duel gek genoeg, of laat je maar niet te veel zien, of uh, spreek je niet uit achtergehalte. Mm -hmm. Wat dus de residuen zijn van oorlogservaringen. Ja, van hou, stil, hou, hou je maar diep. Dan geven die zaken de voeding aan je positie hier. Want op het moment dat je dan besluit zo'n ding op je kop niet op te doen... dan doorbreek je eigenlijk een loyaliteitssysteem uit je familie. Hm. Omdat je in beeld komt, snap je? Ja. En als jij dan in beeld komt, dan is de angst die je erover voelt... in feite gevoed door de angst van opa... die niet wilde dat bekend werd wat hij in die tijd deed. Ja. Snap je? En zo komen al die verhalen, die komen zo bij elkaar, iedere keer opnieuw. Net zo goed trouwens dat alles wat er in de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurd is, gevoed werd door de shit van de Eerste Wereldoorlog. Er zijn ook al dus weer naweeën van. En zo gaan al die generaties die volgen elkaar op en die voeden elkaar iedere keer nieuw, opnieuw, dat ze die geven vruchtbare aarde, maar vruchtbare zeg ik dan een beetje ironisch, aan te uh, um, creëren traumavelden. En dat is wat ik merk met de mensen wie, met wie ik ge, uh, gewerkt heb. En zeker in de afgelopen jaren. Dus dan komt dat beetje dat coronavaal er ook bij. Ja. Dat op het moment dat Pietje Puk het verhaal van opa of oma, wat ik veel. weer voelt van binnen. in plaats van altijd in die afgescheidenheid te hebben gezeten. Pietje Puk ineens zichzelf veel meer gaat neerzetten in het veld. in zijn of haar leven. Dus die wordt autonomer. Ja. Die krijgt een stukje natuurlijke autoriteit terug. Omdat hij ineens begrijpt wie zijn vader en zijn moeder werkelijk waren. En die laten zich niet van alles op de mouw meer spelden. Nee. Dus als je ze moeten krijg... meer in hun eigen kracht gaan staan. Ja. Je gaat in de verbindinglijnen komen met je voorouders. Ja. En die stemmen en hun medicine eigenlijk trillen dan trilt door naar het nu. En dat betekent dat je je positie gaat innemen. Je gaat weer wortelen in moeder aarde. En als iemand van buitenaf staat te bleren wat je allemaal op af moet doen. Dan denk je het is goed met je. Doe je. Ja. Ja. Dus die krijgen gewoon hun natuurlijke autoriteit terug met het rijgen van de verbindingslijnen met je voorouders. Ja. Dat is zo prachtig. Zo. Had ik het maar verzonnen, John, dan was ik echt uniek geweest. Ja. Maar het is gewoon mijn praktijkervaring. Ja, maar ook je praktijkervaring, maar ook, uh, ook je ervaring uit, bij de indianenstammen? Kan ik dat zo zeggen? Of, of, ja, misschien moet niet het zo letterlijk. Het is meer voor mij omdat ik er natuurlijk heel veel geweest ben dat alles wat ik daar gehoord heb, en geleerd, en gezien en meegemaakt heb. Mm -hmm. Uh, naadloos uh, zeg dat, verstrengeld met mijn praktijkervaring. Dus in grote lijnen spreekt dat allemaal dezelfde taal. Mm -hmm. Want wat heb je het meest daarvan meegenomen, laat ik het zo maar zeggen? Of, of... Nou ja, het zijn twee dingen. Kijk, ik wil het niet romantiseren. Ik kom natuurlijk heel vaak in die reservaten in Canada en zo. Nou, die, die, die hebben elkaar aardig uh, klappen gehad. Maar net zeg maar, eh, toch wel even we er... we we, we iets te snel, maar. Ik hoor dan wel vaak van de Indianerstammen die nog zijn daar ook enorme trauma's et cetera, hè? Ja. Vanuit hoe zij natuurlijk uh, zijn behandeld, laat ik het zomaar netjes. Ja, het is uh, bizar. Het is bizar. Hebben ook heel veel met heel, heel, heel zwaargewicht en dat soort dingen teruggeslaafd ja. en zo toch Hoe, hoe je dan wel vaak Nou, jij ziet daar. Ja, het is ook wel goed om straks even op je voorgaande vraag te ja, komen. Maar dat onthouden we dan. Ja, even. ja zeker. <coughs> um, ja. Daar. Ik heb er ook een hoofdstuk aan gewijd in mijn boek, maar daar zijn praktisch alle ouders, voorouders, in die boarding schools geweest. Die opvoedgestichten, die in die tijd gecoördineerd door overheid en kerk, dus overal hetzelfde liedje, al die Indiaantjes uh, naar zich toe trokken, min of meer verplicht, onder de leuze: kill the Indian, save the man. Ja. Dus die, die, die uh, allemaal kinderen, jonge, jonge mensen, die mochten hun taal niet meer spreken. Dat is hun oorspronkelijke taal, moet je je voorstellen. Dus is zeg de olie van de machine. Maar je mag je taal niet meer spreken. Je mag, je, ze moesten, die vlegjes moesten afgeknipt worden. Ze kregen een bijbelgerelateerde naam en een codenummer en vaak ook getatueerd. Wow. Uh, als je weet dat meneer, meneer Hitler uh, in die tijd geïnspireerd is voor zijn kampenverhaal. Door de boarding schools, waar ze ook geweest zijn met delegaties. Om te kijken hoe ze dat, hoe ze dat fiksten, daar ze allemaal. Zie je dat er letterlijk uh, nou, ideeën zeg maar, overgenomen zijn. Maar in ieder geval, ze kregen een Bijbelgerelateerde naam. Ze kregen een codenummer. Vlegjes moesten eraf. Ze mochten hun taal niet meer spreken. Ze mochten hun gebruiken niet meer praktiseren. Dus dat is een totale onthechting. Het is toch wel goed dat je het vraagt. Totale onthechting van je roots, letterlijk. Hè? Die werden ontkoppeld van mama. Die moeder Aarde vertegenwoordigt voor een kind en papa die vader Zon vertegenwoordigt voor een kind. Dus er komt een kloof tussen. Er wordt een mega dissociatief veld ingezet met een kunstmatige inwerking voor wat er op school allemaal moest gebeuren. Andere taal spreken, andere gebruiken, andere dit, andere dat. Ja, en die gasten die daar natuurlijk aan het roer stonden, die leraren en allemaal. Ja, die waren natuurlijk zelf uh, natuurlijk goed van, uh, van de pot gepleurd. Mm -hmm. Dus die, 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 die misbruikten die kinderen. Zo. Psychisch, uh, fysiek, uh, weet ik veel. En dat zijn allemaal de opa's en de oma's en de vaders en moeders van de huidige generaties, Indianen. Zo. Nou, je hebt het obesitas, enorm diabetes, enorm. Heel veel um, jonge mensen al met, met schildklierproblemen. Alcoholgebruik is zeg helemaal bizar daar zo. Maar dan ga je natuurlijk zien dat dat allemaal epidemieën zijn eigenlijk, waar ook weer een miljardenindustrie omheen gebouwd wordt natuurlijk vanuit de farmacie, hm. die allemaal trauma based zijn natuurlijk. Hè. <kuggen> als je bedenkt bijvoorbeeld dat de eerste smaak die je als mens te proeven krijgt als je aan de borst van je moeder zit, bent als baby, mm -hmm. is zoetigheid. Hè. Ja. Moedermelk smaakt zoet. Mm -hmm. Vandaar dat zoetigheid als zodanig associaties met het aardse leven. Heel mooi, het leven is zoet. Om die reden als je kok ben je gevoelig voor die smaken. Maar op het moment dat al die kinderen ontkoppeld worden van dat moedergevoel, van die oorspronkelijke verbinding, in een fase waarin ze nog heel erg kwetsbaar en transparant zijn, dan gaan zij in een latere levensfases gaan zij die zoetigheid natuurlijk nodig moeten hebben ter compensatie van het verbindingsconflict wat ze met hun eigen moeder hebben, in de vorm van als je mazzel hebt, suikerbieten. En als je minder geluk hebt, aspartaam of kunstmatige zoetstof. Waar ook weer een industrie omheen gezet wordt. Ja. En dan kom je in de verslavingsmodus. Dat moet, dat moet gevoed worden. Dus het suiker en het vet, dus de juicyheid van moedermelk, zit daar ook in. Mm -hmm. Dat wordt gecompenseerd dus door kunstmatig suiker, kunstmatig vet... En die mensen die daar allemaal Het is wel bizar dat die industrie er gewoon heel erg bewust misbruik van maken. In welke, zo in die, uh... Ja, zeker. In welke mate daar bewust om zitten, laat ik hier even in het midden. Ja, eens. En voor de mensen die dit uh, raar verhaal vinden, ik heb er zo vaak mee gewerkt. Dan zou ik zeggen, nou, stuur maar een mailtje daar had het even over hebben. Ja, we... Ik heb er zo vaak over uh, mee gewerkt. En ook gezien hoe mensen gewoon opknapten. Op het moment dat ze de pijn van het verlies van hun ouders, of in ieder geval hun ouders met die dienstouders, door de shit van de boarding schools konden verwerken, konden, nou ja, emotioneel konden transformeren, dat het in het systeem rustiger werd. Ja. Dat heb ik ja. zo vaak meegemaakt. Ja, want heel veel mensen zullen inderdaad. Dat raakt me ook hoor. En ja, die, ja, weet ik, je, al die kritische verhalen, ik heb er zoveel ja, gehoord, dat... ik denk, ja, had maar even een beetje had maar een maar weken is... meegedraaid bij dat. Ja, maar dat is het ding. Is ja. het natuurlijk, hangt in, hey, dan zullen het nu ook mensen misschien wel denken, nou ja, wow, wow. Ja. Dat, maar dat raakt jou dus wel, omdat je denkt van, hallo, ik heb in de praktijk zoveel dingen dus voorbij zien komen en ook de uitwerking daarvan gezien. Ja, het is gewoon in deze tijd natuurlijk een grote manco dat we spiritueel natuurlijk onderontwikkeld zijn, hè? over het algemeen dan. In al die veranderingsprocessen is het natuurlijk ook heel belangrijk waar we allemaal mee te maken hebben, om dat stuk er als de wiede weer gaat bij te pakken, in plaats van dat we ook in deze transformerende tijd alleen maar oplossingen in metalen en logica en informatie gaan halen. Dat is mm -hmm. ook niet onbelangrijk, maar mm -hmm. dit is natuurlijk wel de grond van wie wij zijn. Ja, en eigenlijk de, de basis. De basis en waar we naartoe gaan bewegen, iedereen die gaat het volgens mij een keer ontdekken, van ja, we zijn een spiritueel wezen in een aardjasje. Ja. En dat hoort er echt wel bij hoor. Met, met ons hele bewustzijn en, van, en, en dus met al onze thematieken die wij hier hebben uitwerken. Ja, we hebben het gewoon te demystificeren. Ik vind dat zo'n stoer woord. Mm -hmm. Deze spirituele dingen waar mensen zoveel van vinden, omdat ze er niet echt in thuis zijn, over het algemeen. En daardoor een beetje zo. zou gedemystificeerd moeten worden. Zou net zo logisch moeten worden als poepen, lekker eten. Ja, ik, me, doen ik, enzovoort. ik merk alleen ook nog bij, niet uh, bij, uh, bij iedereen gelukkig. Maar ik merk ook nog bij heel veel mensen daar ook nog een stuk angst. Als een oeh, want. Ja. ja, maar dan word ik geconfronteerd met iets wat niet prettig is. Nou, en dat onderschat ik ook echt niet. Maar daarom, kijk, jij maakt het onwijs bereikbaar hoe jij, omdat je dit doet. Mm -hmm. En dan nodig je mij weer uit, ik kan weer wat vertellen. En morgen zit hier weer iemand anders. Ja. En zo met elkaar. Ja, zo proberen we in ieder geval qua bewustwording en ja. iets mee het te het kunnen allemaal. geven aan mensen. Om daar iets uit te halen of ze er wel of niet iets mee doen, moeten ze zelf weten. Ja. Dat is het enige wat we kunnen doen. Alleen je merkt inderdaad ook nog wel bij veel mensen. Ja, ook in die confrontatie waar we het eerder over hadden. van, Oh ja, maar oe, dat, 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 oe, dat, dat vind ik toch nog een ongemakkelijk stuk. Ja. Terwijl ik ervan overtuigd ben, ja, maar dan ga je, als je het nu niet doet, dan kom, gaat hij terugkomen. Ja, ik ben misschien niet objectief omdat ik me over het algemeen in kringen bevind van mensen die je best wel geïnteresseerd in zijn inmiddels. Ja. Waardoor ik ook misschien uh, niet ja, iets... zie wat, 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 wat gemiddeld gebeurt. Maar ik heb toch wel het idee, gemiddeld, dat steeds meer mensen toch wel nieuwsgierig beginnen te worden en hier ontvankelijker voor raken. Ja. En het ook super logisch vinden, ook in hun ratio van ja, dat verhaal van oma oh en oma, oh ja, stom dat ik daar ook nooit bij stilgestaan heb. Nee, dat, dat is bizar, he, super dat... beredeneerbaar eigenlijk. Hè? Dan hoef je helemaal niet voor op, op een matje te, te weven of zo, maar dat is gewoon ja. logisch denken. Het maar ik kan een... me dan wel voorstellen eigenlijk dat je af en toe ook wel eens inderdaad denkt van jeetje, minnaar, jongens, wat is het toch, weinig kennis? Wat weten we eigenlijk, weet je wel, uh, weinig ja. van onze voorouders? Is dat ook wel eens confronterend? Ja, en dat is natuurlijk gewoon uh, ook een ding... want anders klinkt het weer alsof ik zo belerend ben. Maar nee, ik denk dat niet, we maar... daar ook echt bewust van afgehouden zijn. Okay. He, als je ziet wat onze kids en wij zelf ook op school... wel allemaal geleerd hebben... dan vraag ik je wel eens af van... Joh, waarom is er nou niet één normale les tussen geweest... waarin vertelt het over voorouders of misschien wel spiritualiteit... Mm -hmm. Wat dan niet per se over de pauze hoeft te gaan of zo, maar gewoon over die wezenlijke dingen. Dat is gewoon niet geweest. Over zijn? Ja, precies. Dus we zijn daar ook bewust van afgehouden. Om dat ons is natuurlijk daar een groot van verhaal. Af... Om ons daarvan af te om houden. Om zo snel mogelijk een lucratieve positie in de, in, de, in, de, in, de, matrix, in de businesswereld, in de matrix te laten innemen. <laughs> zodat wij voeding kunnen geven aan de, aan de multinationals en al die corporaties enzovoort. <laughs> om mij gewoon geld aan ons te verdienen. Uh, precies, dat... om als slaafjes te dienen en dat goud te delven. <laughs> Om dat te doen. Dat is een stofzuigmechanisme. En daar hebben onze vaders en moeders in gezeten, meer of mindere mate, wij zelf in eerdere levens enzovoort. En dat is, ik doe zo'n stofzuigmechanisme naar de top. En ik geloof dat dat hele systeem zo aan het afbrokkelen is, zodat we weer in de samenlevingsstructuur kunnen komen van het medicijnwiel, van de open cirkel. En dat brengt mij ook terug bij de vraag die we nog open hadden staan. indianen. Want dit is in feite de teaching van alle inheemsen, van de natives. Nou ja, voor zover ik ze ken. Maar... Dus dat we het medicijnwiel weer gaan leven. Medicijnwiel, kun je dat ook misschien even uitleggen? Ja, dus de, 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 de cyclus van de seizoenen. Noord, oost, zuid, west. En herfst, zomer, lente, winter. De vier elementen, water, aarde, vuur en lucht. En die veelheid van vier dingen. Die als, als potentiële door ons heen gaan en om ons heen zijn... en waar we allemaal aan onderhevig zijn... Ja, daar kan we heel over, uh, lang over praten, maar die vertelt ook over het belang van de voorouders en ze te kennen uh, dat informatie spiritueel overgedragen wordt, dat je hier als kind komt met een medicine. Dus je hebt al een potentieel. Een kind die ter wereld komt, de, 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 de stam om om me heen, die vraagt zich van: goh, wat. Welk medicine komt dit kind ons brengen? We, 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 we kunnen we ons verrijken aan deze unieke nieuwe spirituele ding? Dat is toch heel anders dan van... God, dat kind moet nog een hoop leren, zeg. <laughs> die He? komt, het kind komt ons eigenlijk wat brengen. Precies, zo ja. wordt de dynamiek. En nou ja, dat is vol. En als je dan dromen hebt, bijvoorbeeld... ...dat ze dus geen bedrog zijn... ...maar dat er een taal uitspreekt vanuit de spirit... ...die ons op koers houdt. Hebben we daarover geleerd op school? Hey. En iedereen die voelt het toch in zijn intuïtie ergens wel aan van ja, er moet toch meer aan de hand zijn daarmee. Maar als je heel de dag in je paas geduwd wordt, omdat je moet nadenken over allemaal dingen die je opgelegd zijn, dan gaat dat kanaal van die droomwereld en je intuïtie en de spirituele verbinding het gaat wordt natuurlijk er afge afgeknepen worden. Ja. En zie je dat dan nu wel als in de, deze tijd, dat dat dus nu heel erg op zoek is naar. Naar vrijheid Ik denk stiekem van wel. Ja. <laughs> Eerlijk gezegd. Ja. En ik weet het hoor, ik zit hier heel bevlogen te praten, merk ik. Ja, ik vind het geweldig. We hebben het allemaal, we krijgen het allemaal voor ons kiezen, dat geldt voor mij net zo goed natuurlijk. Maar ik vind wel, na 27 jaar met zoveel mensen te hebben gewerkt, ik heb zoveel tranen gezien, ik heb zoveel moois gehoord, dat ik echt zo uh, innerlijke behoefte voel om dat aan zoveel mogelijk mensen te willen delen. Ja. Dat beeld ik Dat doe je ja, geweldig. Dat is zo mooi nu ook aan deze tijd. En dan kom ik op die vraag: dat dat. Ja, dit komt nu wel heel erg in het licht te staan, Maarten. Als, ja. als ik het dan zie en, en, en wel eens wat van je hoor wat er met je gaande is. en eigenlijk met de hele beweging gewoon gaande is. Dat is natuurlijk nu wel wat heel erg lang inderdaad als een soort onder de tapijt gestoken. Oh, dat is er wel, maar. Ja, het, het, is, het is bijna algemeen goed aan het worden. Dus dat is wel. Dat, ik kan me voorstellen dat het jou ook heel erg. Positief maakt. Ja, het heeft het het, het, het. het raakt me natuurlijk. Het is een stuk levenswerk geweest van me. En dit is gewoon. Ja, hier sta ik nu met dit verhaal. En ik heb altijd zo'n soort gevoel gehad. Ja, ik was een soort, soort goudmijntje Dat heb ik door de tijd heen moeten trekken. Ja. En een beetje zo. Iedereen wegwezen, weet je wel. En dan, maar nu is het net alsof iedereen zich eraan wil laven. Ja. En ook dat is een natuurwet hoor. Ik bedoel, als jij een bepaalde levenservaring opdoet. En iedereen die doet dat, dat het op een gegeven moment ook de bedoeling is dat je daarvan weer anderen inspireert. Ja. Dat is normaal. En maar ja, dan kunnen we ook vanuit daaruit, in het veld, ja. hè, hiermee aan de slag gaan. En dan die veranderingen gaan dan ook natuurlijk ja. echt letterlijk in figuurlijk plaatsen. Als je maar goed soepje ook... hebt, komen er steeds meer mensen uit alle winterrichtingen je soep willen proeven. Ja. En die mensen brengen ook weer medicijn mee. Mooi. Dat doen je eigen kinderen al. En die gooien je weer de ingrediënten in die zij vanuit hun uniciteit weer hebben. Waardoor het, de smaak steeds aan verandering onderhevig is, zeg maar, terwijl de essentie altijd hetzelfde blijft. Ja. En dat vind ik zo gaaf. Ja. Dus je familie medicine, zoals de Indianen het noemen, is zo belangrijk om die grondtoon daarvan te voelen. En daarvan uit je, je, je earthwalk te maken en je uitdagingen aan te gaan en je dingen te doen. Ik voel dat of zo van binnen. Ja, geweldig. En dat is onveranderd. Het is niet zo dat je Nederlander bent en daardoor geldt het voor jou niet. Nee. Het is eerder zo van ja, wij zijn er misschien wel heel ver vanaf gehaald. Ja, dat. dat. Hey, maar wat ik een, ineens ook bij mij te binnen schiet, is het, is het ook zo dat dus uh, je kinderen natuurlijk, uh, dat is niet, dat is zo. Je kinderen komen natuurlijk ook bewust bij jou. Maar jouw kinderen niet. Nee. <laughs> nee. Maar Net meer. Dat, vader. Ja. Maar meer omdat misschien, ik vind het toch leuk om het heel even bespreken ook voor de mensen, als in. Uh, die komen natuurlijk wat leren, toch? Zo zie je dat dan ook vanuit dat. Ja, stuk? ze komen wat leren en ze komen wat brengen. Ja. He, de kinderen die gaan ook aan de ouders van alles leren. Ja. Dus dat is een dat is een wissel, wisselwerking. Ja. Vergeet je niet, ik heb natuurlijk best wel met veel met kinderen gewerkt, weet je, en heb heel veel. Nou, mensen die bellen dan op of zo en zeggen, ja, trusje van mij, want die zijn echt allemaal problemen dit en dat. Kun je er wat mee, weet je wel? <laughs> en dan zeggen we, kan, kan ik er even droppen? Ja. Maar dit, deze therapievorm die vertelt natuurlijk dat wat er <coughs> bij trusje vastzit, whatever het is, voor het grootste deel natuurlijk de belasting is die trusje van haar ouders heeft meegekregen. Hmm. Dus alle zaken die als papa, mama opslaat en, en verdrinkt en verdraait en weet ik wat allemaal... dat hebben we gedaan, ik in ieder geval ook... Ja. dat gaan jouw kinderen je weer mee spiegelen. Maar dat is vanuit diezelfde kringloopgedachte. Als, je, als niemand je ermee spiegelt... hoe ga je er dan weer mee aan de gang? Ja. Snap je? Want anders kun je het wel voor eeuwig op slot blijven houden. Dat is wat ze wel willen aan die andere kant. Mm -hmm. Dus die, de spiegelfunctie heeft tot doel dat jij weer geraakt <laughs> wordt... Waardoor het proces wat je zelf vastzet. door Trusje aangeraakt wordt. en op het moment dat Trusje daarin erkend wordt. kan ze ook weer verder. Ja. Dus het is heel vaak zo dat veel kinderen. belasting van hun vaders of hun moeders met zich meedragen. En als je daarmee wil werken, therapie, therapie is ook weer zo'n woord. maar. Dan, uh, ja, dan is het natuurlijk 9 van de 10 keer dat je eerst even bij papa en mama moet zijn. Ja, en dat is misschien ook weer geconfronteerd met papa en mama. want die, die, inderdaad, die zeggen snel: oh ja, gewoon moeilijk, uh, moeilijk kind. Ja, maar, maar het is natuurlijk iets. Dat is de verandering. Ja, jij hebt een ja. ik heb ze ook. Dat is ook de verandering. Het is toch ook gaaf als je dat van elkaar een beetje min of meer weet, ja. en dat je dat deelt met elkaar. En dat je kan zeggen, nou, Trusje, maar ja, die raakt eigenlijk een stuk aan voor mijn moeder, waar ik niet naar wilde kijken. En ik ben er eigenlijk hartstikke dankbaar voor. Ja, maar dat is zo mooi om dus zo inderdaad prachtig. mee te geven als een ja. hé, hey, ik word getriggerd door mijn eigen kind. Maar wat is het van mij? Ja. In plaats van hey, dat kind is. Uh, ja, vervelend. En dan is het hier Trusje. Maar op het moment dat Trusie jou confronteert met iets van je moeder. dan is oma, die misschien overleden is. ook dankbaar voor het feit dat het hier aangeraakt wordt. Snap je? Dus ja. het is een ketting wat zich rijgt. Het is gewoon. Ja, ik zit hier een beetje net te doen. Het is toch een soort logisch. logisch. Ja, het is superlogisch. Het, het zijn is al gewoon die... logisch. Maar het is wel, het is zo logisch. Maar het, het, is, het, is, het is voor mij ook steeds bizarder. dat we hier eigenlijk zo weinig van meekrijgen in, in, in oh, op scholen al wat dan ook hè? dat is nu komt ja. het zo naar voren. Nou absoluut. Ik denk ook dat het voor kids echt super belangrijk is. Ik noem dat dan altijd voorouderlijk besef om, om spreken een vak te krijgen hè, op school. Ja, dan vak is alweer zo. Maar in ieder geval dat het aandacht krijgt, mm -hmm. te weten op kind afgemeten, afgepaste manier. Heen. Ja. Te weten van wat is, wie zijn mijn voorouders, wat is er ja. gebeurd en dan dus ook de pijnlijke verhalen te belichten, letterlijk. Ja. Want daar kom je uiteindelijk voor. Omdat je dan dat, dat kan helen in dat hele systeem. Ja, En ook weet hoe we bepalen. Ja. Mooi. Hey, maar wat ik ook nog me afvroeg, um, uh, zie je nu ook, uh, de, 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 jouw methode, hoe je het maar wil noemen, even um, zie je dan ook dat er ook steeds meer aandacht komt vanuit de re uh, reguliere zorg of zo? Hoe, Merk je daar ook al verandering in? Ja, plaatsen? zeker. Ja? Ja. Wat zie je gebeuren? Ja, nou ja, dat boek doet wel wat natuurlijk. Dus dan mm -hmm. wordt het wat bereikbaarder. Maar ik heb met name de laatste jaren echt ontzettend veel mensen uit de reguliere gezondheidszorg op mijn pad gekregen. Hè? Mm -hmm. Die ook mijn trainingsprogramma's volgen. Artsen, chirurgen, oh, psychiaters. Uh... Omdat die ook steeds meer voelen: hey, er is een missing link of zo? Of hoe moet ik het zien? Mm -hmm. ja? ja, de gemeenschappelijke deler van wat ik gehoord heb is zeker zo. Van dat ze voelen dat ze natuurlijk ook vastlopen op allerlei punten. Of dat er zoveel protocollen aan hun werk verbonden zijn. Dat ze eigenlijk per saldo maar heel weinig actief werk kunnen doen. Ze zijn natuurlijk vooral ook bezig conform alle richtlijnen achter de computer alles in te vullen. Maar voor het weet is het weer een dag verder. Ja. En, ja, en er zijn heel veel mensen die voelen natuurlijk gewoon van ja jeetje we werken wel. Maar alles moet zo fysiek in het fysieke verklaarbaar en wetenschappelijk onderbouwd bla bla bla. Terwijl ze zelf ook wel voelen van binnenuit: van ja, maar ik heb, goed, er zit iets onder, het zit dieper, weet ik veel. En dat lijkt me ook inderdaad, en ook, ook, als je dit dan toch ook hoort, en dan, en dan denk ik wel eens inderdaad aan kinderen of wat dan ook, die we dan maar A. of labelen, maar B. ook nog medicijnen geven. Als in, nou, uh, f, wat dan ook. Terwijl dat, als je dieper gaat, dat er zoveel eigenlijk goud ligt. Ja. Eigenlijk vind ik dat heel pijnlijk. Er is dus een verhaal, geloof ik, in mijn boek. Nou, dat is zo'n voorbeeld van een man die, ik herinner mij, in de praktijk geweest is een tijd geleden. Die, uh, ik weet, weet niet of dat verhaal in het boek staat. Maar, mm -hmm. maar ik weet wel dat hij in mijn praktijk kwam. Maar hij was al 20, 25 jaar vanwege depressiviteit aan een antidepressiva-achtig mm -hmm. ding. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar dat. Uh. En die had er ook zo vernomen: van, nou, dat er meer wegen zijn te bewandelen dan alleen maar die. Mm -hmm. Nou, en die man die had in zijn jonge jaren een. Uh, hij was een van de tweeling en, de, en zijn tweelingbroertje was overleden na de geboorte. Dat was al één. Tijdens de zwangerschap van die tweeling overleed de zus van zijn moeder. Hm. En toen die uh, hoe heet dat? En toen die eenmaal geboren was, was er nog een enorm sterfgeval. plotseling van een opa of een oma. Verdriet, 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 verdriet. Ik had tegen die man gezegd: Heb je er wel eens aandacht aan besteed? En hij zei, Nee, nee. nee. Hij heeft nooit beseft dat dat zoveel impact kan hebben. Zo. Denk jij dat dat ermee te maken heeft dan? Nou, het <laughs> zou zomaar kunnen toch? <laughs> dus we hebben daar aandacht aan besteed. Ja. Therapeutisch. En joh, die man, die zijn tranen kwamen eruit. Hij had de helft van het verdriet van zijn moeder geïnternaliseerd. Omdat hij natuurlijk in zijn beleving, dus niet mijn logica, maar die van hem. De dood van zijn broertje had moesten compenseren, waardoor hij eigenlijk nooit genoeg goed genoeg was. Snap je? Ja. En eigenlijk was zijn moeder natuurlijk uh, hartstikke verdriet en papa meer op afstand, afstand gekomen. Nou, kortom, heel veel logica die hij begon te voelen, door zijn systeem heen van al dat opgeslagen verdriet. Wat in een sessie, nou, ik denk dat ik twee of drie keer met die man gewerkt heb, gewoon. Super getransformeerd is. En niet zo van de knop om en dan leek zo. Nee, nee, nee. Maar dat hij voelde dat hij het af kon bouwen en hij, hij heeft ook die pillen niet meer genodigd. <laughs> oh. Ik denk, God Jezus man, is dit nou zo ver gezocht? Dit nee, toch hoop ik. Het ja. is toch niet zo ver gezocht? Nee. En de mensen ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Ja, ik denk, ja, verdiep je er een beetje in dan het verdriet van je vader of je moeder of van opa of oma. Dus gewoon je stekker erin douwen. In een goede afstemming, en dan komt het wel. Weet je, dan ga ik er even nu niet ingewikkeld over doen. Nee. Mooi maar. Maar in die zin is het natuurlijk, ik heb ook wel de diepere verhalen enzovoort. Mm -hmm. maar, ja, maar is is al zoveel in de marge te doen voor mensen zelf op het moment dat ze gewoon weer een heroverweging of, of een heroriëntatie uh, in hun familiesysteem zetten. Ja. En dan. Ja. Nee, goed, om, 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 om bijna af te ronden, en nee, nog niet helemaal, want ik heb zo meteen nog een leuke verrassing voor je. Uh, maar toch, om, om, ik weet hoe ongelooflijk druk je bent, dus ook met je praktijk, je neemt bijna, volgens mij geen mensen aan. Maar als mensen nu hier zo, um, die, die kijken dit, en ik weet zeker, die hangen nu helemaal aan je lippen, die willen hiermee aan de slag. Wat, is de, wat zou de eerste stap moeten zijn, heel praktisch gezien, waar ze nu meteen mee aan de slag kunnen? Oké, okay, dus je stapt op je fiets of in je auto. Je gaat naar Albert Heijn. Je koopt een zak borrelnootjes en een koude biertjes. Of iets wat je lekker vindt. En dan ga je weer terug naar huis. Je gaat je broer bellen, of je zus, of je vriendin, of je partner, iemand waar je je fijn mee voelt, waar je je vertrouwd mee voelt. Je zet een kaars op tafel, niet voor de zweverij, maar gewoon in verband met gezellig, zeg maar. Ja, ja. En dan ga jij jouw vriend of vriendin vragen om kritische vragen te stellen over jouw familie. Dan leg je de nadruk, dat moet je van tevoren even afspreken, op de gebeurtenissen in de familie waar altijd vaag over gedaan werd. De donkere hoekjes, waar de meeste mist over hangt. Het overleden kindje. Uh, uh, opa 1, waarmee ik bedoel, de soldaat waar oma eerst verliefd op was, maar die niet meer terugkwam van het slagveld. Waardoor opa 2 de tweede keusopa werd. Uh, de, de, de scheidingen de ongelukken, de NSB pijnlijke dingen, de overleden kindjes in de vijver verdronken Pff. die dingen waarvan iedereen wel aanvoelt van fuck dat heeft echt impact gehad ook die dingen waar thuis bij voorkeur niet over gesproken werd die ga je ter sprake brengen gewoon liefdevol, als vrienden en dan moet je elkaar ook een beetje kietelen, je moet ook durven van hoe moet dat dan geweest zijn van de oma en als oma dat nou meegemaakt heeft, hè, hoe is het dan voor haar geweest, denk jij, dat daarna een nieuwe zwangerschap kwam? Of toen zij uh, ging trouwen met uh, opa, terwijl die eerste man eigenlijk op het slagveld nooit terugkomt. Hoe was dat eigenlijk? Nou, eigenlijk, uh, dan ga je pijn voelen of verlies of verdriet. Nou, dat soort dingen kan ik mensen aanraden te doen. Dat heeft zich ook te ontwikkelen. Hè? Ik bedoel, mensen gaan iedere week tegenwoordig op yogamatjes liggen of in een koud bad zitten en zo. Denk nou, pak deze er dan bij, dat is echt effectief. Of zet het ja. nog maar even voorop. Mm -hmm. Hoe je dat ook indeelt. Ja. Als onderdeel van het leven. Ja. En dan kan ik um, zeggen, niet voorspellen, dat je daarmee al heel veel reuring in de tent veroorzaakt. Dat zoals ik al aangaf, als je de, je energie in dat veld stopt. In het onderbewuste gaat al heel veel reuring. Proberen. Gaat het dode kindje en oma en die en die al voor jou in beweging komen. Dus dan is er al een een zeg je het een grond gelegd voor een veranderingsproces. Ja. Dan kan goed. ik iedereen aanraken en aanraden. En ik zou ook dan rekening houden dat het meestal gaat over schaamte, schande en schuld. Dus dat zijn de pijnlijke dingen. He, dus je moet ook moedig genoeg zijn als je weet dat opa altijd zus was of oma was altijd zo, om een, over, een heroverweging, een, her, een hervisie te maken op zo iemand. Deze voorouder. En je moet ook zorgen dat je um, kijkt of je de loyaliteitsconflicten op tijd herkent. Want heel veel mensen die stellen de moeilijke vragen niet omdat ze bang zijn dat vader of moeder er wat van vinden. Mm -hmm. Nou, dan denk scheid dan. Gewoon doen. Want dat zit eronder. En laat het dan gewoon een mooie avond worden of zo. Wees nieuwsgierig met een lach in de traan. Je kan je ook suf lachen om sommige dingen soms. Maar als dit een integraal onderdeel van het leven wordt, dat je eens in een zoveel tijd eens een keer met Even, vooroudelijk besef bezig bent. Dan, 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 dan denk ik dat door. er al heel veel in beweging komt. en dan pak je de lastige stukken. bij wijze van spreken met een therapeut of iemand die daar wat bedrevener ah, in is. Mooi, je dankjewel. Um, laatste vraag, en dan komt uh, nog een leuk verrassing. Uh, ho hoe zie jij uh, de, de nabije toekomst? Als in ook wat er allemaal gaande is. Is dat, is dat iets wat. Uh, ja, goed, als in. Um, ja. Hoe moet ik dat eens even mooi nog verwoorden? Als in dit hele stuk wat we nu besproken hebben. Nou, meer als in. Het is, is zo vergaande. Je bent wel heel positief gestemd, toch, op, op, op de toekomst, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ik ben optimistisch in die zin dat we natuurlijk best wel weten, en, en jouw kijkers uh, waarschijnlijk voor een groot deel ook wel, dat er uh, nu een agenda uh, ons opgedrongen wordt met een heel uh, nou, macaber uh, resultaat mm -hmm. uh, voor ogen. Mm -hmm. En dat ik. Niet geloof dat dat gaat lukken in die zin. Maar wij zijn natuurlijk wel de bouwstenen van dit proces. Dus ik denk dat we vooral uit onze passiviteit moeten komen. En onszelf moeten herpositioneren in dit veld. Waarmee ik bedoel, gewoon kiezen voor jezelf en niet voor input van naar wat ik eerder in het gesprek zei. Um, kiezen voor jezelf betekent stoppen met input geven aan het oude systeem. En dan denk ik dat we met z'n allen gewoon een superervaring aan het doormaken zijn... waarin wij gewoon de mensheid in een enorm transformatieproces gaan beleven. Mooi. En ja, de zon gaat natuurlijk schijnen. Nou, die stopt hij sowieso niet mee. Nee. Maar misschien dat we er heel anders naar gaan kijken. Prachtige woorden, Maart. heb ik ook nog een hele leuke verrassing voor je. Ja? Ja. Ik haal erbij jouw dochter, Ilse Oversier. <laughs> Kom er lekker bij zitten op de bank, want we gaan het hebben. Uh, ja, lukt dat? Pas op. Ja, heel goed. Ga lekker zitten. Goh, wat een verrassing. <laughs> Ga lekker zitten op de bank. Wat is leuk dat je er bent. Ja, ja lukt het allemaal? Ja. Wat leuk dat je er bent, Ilse. Uh, we gaan het straks even over, heel kort even, ook over je, over je album. Want die is echt uh, hartstikke nieuw. Maar in eerste instantie wil ik ook even weten, hoe heb jij eigenlijk de laatste jaren beleefd met, met, met je vader in hoe dat allemaal gegaan is in een soort rollercoaster en volgens mij krijg ik krijg regelmatig filmpjes van je vader kijk mijn dochter is ook op tour is toch waanzinnig als je allemaal aan het doen zijn hoe, hoe is dat voor jou de... um, hoe dat voor mij is om mijn vader zo te zien thuis ja, bezig ja. met alles ja hoe druk die ook is in die, ja en, en... ja het is iets wat ik eigenlijk al een beetje gewend ben of zo hm. en ik denk ja ik weet eigenlijk niet beter dan dat, dan dat dat de hele tijd zo is. En uh, ja, ik denk nu dat we ook wel daarom makkelijk in elkaar blenden met wat we aan het doen zijn, allebei. Ja, want je ja. hebt uh, je nieuwe album is, is, is uh, net uit. Ja. Dus is, is het ook een, uh, zijn het ook plannen voor jullie beiden om dan ook uh, samen om tour te gaan of zo? En dan, en dan jij de muziek uh, verzorgt en, en in je vader leven? Ja. Ja, dat hebben we al wel een keertje gedaan. Ja. Oh, en dat ontstaat nu wel een beetje organisch. Daar verbaas ik me ook wel een beetje over. Organisch als in dat er nu mensen ook naar vragen of zo. Ja, dat ik, ik zag het eerst altijd wel de muziek die ik die ik maakte en wat jij doet, wel een beetje los van elkaar. Maar het lijkt nu toch wel alsof we alsof ik een beetje in elkaars voetsporen treed. Hm. En nu ook dat jij dan hier uh, dit gaat vertellen dat over je boek. Even, ja? <laughs> nee... Is toch prachtig? Ja zeker. Hoe is, hoe is het voor jou, Maarten? Dat, dat dan dat jullie dat dan ja, niet ja, zo het niet onderbreken? Maar ja, ik vind het natuurlijk superleuk, want uh, ja, Hils heeft ook onwijs veel belangstelling voor deze dingen. Hij heeft overigens ook therapie gestudeerd. Mooi, ja. Dus in die zin hebben we uh, onwijs veel raakvlak. Ja. Hoe gaaf is het dan om dan nu ook soort van samen? Ontzettend leuk. Soort te toeren en. Uh, en uh... Muziek te maken. Heb je dan een busje of zo ook samen? Nee, mm. dat kun je wel doen. Met ja. bloemen erop en Ja, dat is, toch, dat is toch gaaf? We zullen het zien, hoe het zich gaat ontvouwen. Ja, de generatiebeurs. Ja. 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 Hey, heel mooi. Hey, Ilse, kun je misschien kort vertellen ook hoe dit, uh, hoe dit album is, is ontstaan? Het ziet echt fantastisch uit. Ook de foto's, moet ik zeggen. Dankjewel. Gaaf. Heb je het, is het zelf geschreven met een team? Hoe, hoe is het gegaan? Ik heb het zelf geschreven, de nummers. Wauw. En uh, het ontwerp heb ik ook zelf gemaakt. Wauw, super creatieve meid. Ja, want uh, ja, ik, had, ik had de kunstacademie ook gedaan. Dus ik vond het heel leuk om alles een soort van samen te blenden. En ja? ook een boekje wat ik erbij gemaakt heb met uh, illustraties. En daar heb ik bij elke elke song, zeg, maar een beetje mijn beleving erbij verteld. En dat het zeg, maar echt een, een ervaring wordt bij elke song. Uh, mm. Om daar echt. Uh, in te kunnen duiken. Oh, wow, mooi. Want hoe zijn die liedjes dan ontstaan? Is dat echt omdat je dan in, in een bepaalde flow zit en dan komt het kwam dat vanzelf? Uh, ja, de meeste nummers van dit album, die zijn wel een beetje ontstaan een aantal jaren geleden waarin ik een beetje zoekend was naar mezelf. Mm -hmm. Dus het zijn ook wel een beetje healing songs geworden daardoor. Of het zijn wel sommige songs zijn wat rustiger. Mm. Maar die heb ik, ja, die heb ik zelf cool. geschreven. Yeah. <laughs> nou, we gaan naar je luisteren. Nou, eigenlijk ook speciaal voor jou Maarten. En ja. dat is natuurlijk speciaal voor alle kijkers en luisteraars Super. van Vijstok. Hier is Ilse Overseer met A Language Without Words. We were traveling. Me and my father driving through the great country of endless lakes and pine tree forests, searching for our lost roots, and as the land. Became a rougher the plants and animals were tuning into us and all oh, we met such wise people with open hearts and clear minds and when I in a language without words a soft and gentle it touched my soul oh, 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 oh. drove northern feeling purer our conversations started deepening about these first nations who lived in great peace long before we came when i reached out to the sky i felt it did reply in a language without words and soft and gentle it touched my soul whole. Ja, is de mijne zo ook, hè, Ilse? Zeker. Wel, hey. wel. Maarten? Ja, ik heb het vaak gehoord, maar ik krijg het weer. Trots. Ja, prachtig. Het was waanzinnig, Ilse. Ontzettend bedankt dat je, dat je hier ook was. Ja, leuk. Maarten, ontzettend bedankt dat je hier was. Het <coughs> album is nu verkrijgbaar. Ja. Toch, het album is nu verkrijgbaar. En ontzettend leuk. Wij mogen een winactie doen met het prachtige boek van Maarten Overzee. Dus wil je kans maken op een gesigneerde sessie uh, op een gesigneerde versie moet ik zeggen. Wil je kans maken op een gesigneerde versie? Like dan het bericht op Instagram en like het bericht op Facebook en delen. En wie weet win jij dit boek van Maarten Overzee. Ilse en Maarten, ontzettend bedankt. Ik vond het waanzinnig. Jij bedankt Likewise. voor het kijken en het luisteren en ik zie je graag volgende week weer bij Nieuw 5. Ciao ciao.